Jawel, 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 jawel. Dames en heren, waanzin, ben ik nu toch live? Normaal is hij wel. Ik hoop het in ieder geval toch. Ik denk het wel, maar ik hoop het elke keer verhaal dat ik moet live ben. En dames en heren, kijk, ben ik wel degelijk live? Even kijken, ben ik live? Ja, ik ben live ook, dames en heren. Welkom terug in deze nieuwe livestream van Futuroplay. Uiteraard welkom dat we hier allemaal willen komen kijken. Welkom dat we allemaal komen kijken. Dat is echt heel raar zin, hè. Dat is een beetje zo'n Snapking-zin zo eigenlijk. Welkom dat je kijkt en zo. Nou ja. Maar welkom dames en heren, leuk dat we welkom kijken bij mijn nieuwe livestream uiteraard van Futuroplay. Uiteraard welkom iedereen. Vandaag gaan we uiteraard weer al lekker gezellig Future spelen, uiteraard Futuroplay. Dat gaan we zeker doen, het is lekker om 8 uur live gegaan. Dus dat komt goed hè, hopelijk. Komt goed hopelijk, ik hoop het wel, zal je live zijn. Dat is reclame op mijn livestream, oké, veel snel mijn stream delen. Want ja, dames en heren, de meldingen kunnen uiteraard wel eens een keertje heel sad lopen. Dus heel snel mijn stream delen. In mijn eigen Discord-server, zeker join, dames en heren. Zeker doen. En ook snel delen in de future Discord-server. Ook zeer erg belangrijk, dames en heren. Even kijken. Content even opdelen. Ik ben weer live. Kom je eens kijken. Met een knipoogje. Of nee, een hartje. Dat doen we zo. Bam. Gedeeld bij deze. Iemand top, iemand prima. Dan nog heel snel een polletje maken met de vraag. Ben je al geabonneerd? En heb je al geliked? Dan zeggen we als antwoord ja, of ja, uiteraard. Of nee, doe het nu. Voilà, doe het nu. Prima, meer moet er niet zijn, hè. Toch? En als laatste, dames en heren, nog de like-counter fixen. Even kijken. Ziezo. 3, 2, 1. Ik heb bijna de like-counter model ingesteld. Welkom, uiteraard. Eens kijken wie er allemaal bij is, uiteraard. Van yo. We hebben eigenlijk veel dingen om te doen, eigenlijk, in mijn livestream. Maar er zijn eigenlijk echt alleen dingen die ik kan doen als ik live ben. En niet voor de livestream. Maar welkom, dag Alain. Welkom naar Shana. Welkom naar Quinten. Welkom naar Jeroen, welkom naar Griek, welkom naar Stefan, welkom naar Matthijs. Welkom jongens en meisjes, uiteraard. Er zijn ook meisjes bij. Welkom, uiteraard. Leuk dat jullie bij zijn. Super leuk, super welkom. Natuurlijk, super gezellig dat jullie weer bij zijn bij de livestream. En we gaan gewoon weer lekker gezellig van start gaan. Dat is alleen nog Future opstarten. Dat is het enige wat ik nog moest doen. Ik ben meteen live gegaan wanneer ik kon. Met alleen even nog op Future opstarten. Maar ja, hey, dat is ook snel gedaan, toch? Ik wist niet wel dat de mededeling in Discord van Future, dat ze aan het testen zijn met dingen. Want ze zijn allemaal dingen aan het uittesten. Wat staat er nu? Even kijken. Serverstatus. Want ze zijn we bezig met het overzetten van een aantal bestanden naar de main server. Het kan dus zijn dat server momenteel even instabiel is. Dus, maar stel ik wil zeggen is, server gaat crashen. Well, ja, dat lijkt mij toch. Dus je gaat gewoon crashen. Dat is gewoon hetgeen wat ze wel bedoelen. Lijkt mij toch. Ach ja. Eens even kijken. Dat is gewoon natuurlijk, hè. Hoe is jullie, dames en heren? Hoe is jullie dag geweest vandaag? Het is donderdag. Het is echt... De week is echt snel gegaan, vind ik al. Of ja, het is nog... We zijn op zich net over de helft van de week. Maar ik vind dat heel snel ze gaan ook komen dat die maandag vakantiedag was. Allee, door in België was de vakantiedag. Dat was zo tweede paasdag of zo. Of noemen ze dat? Of eerste paasdag, tweede paasdag. Paasmaandag is het gewoon bij ons, paasmaandag. Dus daardoor is het een klein beetje... Ik weet niet, de week heel snel aan het gaan. Dat je zo'n dag minder hebt gewerkt. Dus ja, wel... Ik weet niet, ik merk dat wel op. Goed, lekker rustig was jouw dagje. Ook goed. Gewoon gewerkt. Gegeten. Dus eigenlijk niet heel bijzonder. Het is wel heel veel geregend vandaag, hè. Oh... Ik ben aan de middag gaan wandelen met mijn collega. We doen dat regelmatig elke week. Komt die collega naar kantoor. Allee, want we hebben namelijk verschillende kantoren. En hij komt één week of één keer per week komt hij naar mijn collega die, waar ik heel vaak mee samenwerk. Eigenlijk elke dag mee samenwerk. Komt hij één dag ook naar kantoor waar ik werk. En hij gaat te wandelen. Dat is altijd superleuk. Of ja, gezellig toch? Dus we hebben echt geluk gehad in de middag. Het heeft niet geregend. Maar daarna heeft het echt niet normaal geregend. Echt belachelijk. Echt serieus geregend. Dit is België, hè? Het weer van om 1 minuut. Ja, het was zelfs zo. De zon scheen en het was keihard aan het regenen. Echt, de zon was zo mooi aan het schijnen. En het was aan het regenen tot en met. Echt, het was niet normaal. Ah ja. Oh, jongens, ben iets. Oh, wat joh, dit meen je. Ik ben het totaal vergeten.
Oh ja, rip ja, jongens. Kijk maar, hè. Ja, ik heb nog zwaar een momentje, hoor. Ah, ik ben natuurlijk neergeslagen door Piet, hè. Heb ik eigenlijk nog een... nu nog... een haarslag? Eens kijken. Ah, onder de permissies. Ja, ik ben natuurlijk niet in dienst. Ah, dikke rip. Nu moet ik nog vijf... Nu moet ik nog vijf... Nee, langer zelfs. 10 minuten wachten. Ah, tot... Ja, ik was natuurlijk gewoon uitgelogd de vorige keer. Denk ik, ja, stik er lekker in. Maar ja... Oh, dit is tijd. Ja, jongens. Wat doen we? En ik word ook ineens betaald, want ja, ik heb een dienst. Oh. Ach ja. En welkom naar Ver, welkom. Dag Hamza, welkom. Uiteraard. Ja, ik kom zeker doen. Ver, ik kom zeker dat het maar onveilig maken. Sure, doe het zeker. Superleuk. Vaak criminelen. Nee, gewapende criminelen natuurlijk. Hè. Gewapende, gevaarlijke hebben niet in future, hè. We hebben geen gevaarlijke criminelen, alleen maar gewapende criminelen. Ja, potje Fortnite. Nee, dat is 10 minuten. Dus ja. Ik doe geen potje uit op 10 minuten. Jij misschien wel, een doodraad, maar ik win meestal. Dus. Dan ben ik al gemakkelijk 25 minuten in een potje. Dus. Ja, nee, helaas. Geen Fortnite. Dan wordt Piet aangehouden voor corruptie. Collega-salaris. Ja, eigenlijk? Eigenlijk? Hij heeft nu gewoon een ambtenaar in functie vermoord, hè. Dus eigenlijk... Nou, eigenlijk kan er voor aangehouden worden. Eigenlijk? Eigenlijk wel, hè. In het echte leven. Als je je medeagent vermoordt, ja, sorry, maar... Dan word je ook gewoon aangehouden. Nou ja. We kunnen Scribble spelen. Scribble duurt veel langer dan... Scribble duurt eigenlijk bijna even lang als een potje Fortnite. En natuurlijk wel af hoeveel rondes je hebt, natuurlijk. Ik pak meestal 3 rondes of 2 rondes. Ja, help hem maar. Was ik. Lijkt op Robin. Ik ben ook Robin. 2529. Hoe zit hij mijn ID in de portal? Dat vind ik een beetje raar. Is het niet Sander? Volgens mij is het Sander, ik ben niet heel zeker. Maar dames en heren, zeg even liken. 9 likes nodig voor de 20, dus doe het zeker. Like 100% zeker was. Superleuk, wordt hard gewaardeerd. Dus like. En abonneer. Nog 8 abonnees nog, dames en heren. Voor de 11.220. Super tof. 2529. Ja. Oh, misschien in een staf. Misschien word ik wel gerevived. Het zou leuk zijn dat ik ben mijn spullen niet kwijt. Niet dat veel geld kost, maar... Toch? Hè? Welkom, Timo. Hoe is het met jou, maat? Hoe is het met jou, Timo? Welkom. Wees met jou, Timo. Welkom. Ik ben wel af wie dit is. Voor mij is het Sander, maar ik ben niet heel zeker. Ik weet niet heel zeker of het Sander is. Ik ben, ja. Ja, nee, die ligt er bij de trap. Oh. Oh. Gewoon de trap waar cellencomplex en zo is. Mij is het Sander, ja. Ik kom aan 4 miljoen. Werken, man. De lightcounter loopt vast. Mijn lightcounter. Ah. Dat er nog gewoon refreshen. Die zijn altijd niet gerefreshed. Ja, die heeft geen waardes meer. Allee, die hebben dat er nog laden of zo. Doet even maar. Ja, nu is het weer lang. Nou, ik kan niet meer doen dan wachten. Aan de like counter. Ik kan echt niet meer doen dan wachten. Hey! Is dat het Martin zijn? Dat lijkt wel op. Langs de achterkant toch een beetje. Oh nee, is het Martin? Yo, goedenavond. Yo. Dankjewel voor de revive. Ja, ik zou die Piet terugslaan voor een keer op zijn neus. Hoe weet jij daarvan? Ja, ik had even teruggekeken waarom dat je dood was. Huh? In de logs bedoel je? Nee, even op je bodycam. Ah, de bodycam. Ja, hoe je dat dood was gegaan. Oh, ja, die Piet had me gewoon neergeslagen. Ah nee, ja. Ja, nee, ja. Dus... Nee, ik ga het even terugslagen. Ja, doe dat maar. Hey, bedankt, hè. Yo. Maar yo. Dat is Erik, toch? Ja, volgens mij is dat Erik. Ja, gewoon de korpsleiding, de 05e die naar mijn streams kijkt. Ik wil niet flexen, hoor, maar... Ik wil niet flexen, maar... Oh, wie is dat nu weer? Zo. Dat yo. Haar. Ah, ik ben in dienst. Oh, wauw. Nou, honden. Ja, let's go.
Mee voor Erik, jij echt hoor. Kijk gewoon een revive, ja. Heb ik alle spullen nog? Ja. Zo! Ja, dat is voor naar huis. Nee, ik bedoel, ze moet even de kluis leggen. Nee. Zou wat zijn, joh. Zou je ook ontslagen kunnen worden voor corruptie als je zo één zakje mee in je appa zou leggen? Ik denk het wel. Lijkt wat bidons, hè? Ja, Timo. Timo, je hebt echt heel veel bidons. Maar joh. Ik ga even kijken naar mijn holster. Ja, van de woninginbraak, klopt, ja. Mijn bediende weer. Nee, ik heb veel aan hier, want ik ben helemaal in dienst natuurlijk, hè. Ik ben helemaal niet in dienst, dus... Hoppa, let's go. Maar als ik Piet zie, jongen... Oh, die krijgt een zaklamp op zijn neus, jongens. Niet normaal. Echt waar. Piet krijgt echt een zaklamp op zijn neus. Oh, dat is Erik. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Eens even kijken. Wacht, even nadenken. Ik ga een dienst melden. Ja, dat moet ik doen. Ik moet van mij een dienst melden, natuurlijk. Eens even kijken. Maar even naam aanpassen. 4204. Ziezo. Met schabben lig je wel vol. Ja, tuurlijk. Hoeveel heb je er eigenlijk van flessen? Waar is opkomen? Let's go. 4203. Geef mij toch nu een kop op Gio. Hoor je trouwens Discord? Licht hem ja, top. Alsjeblieft. Nou, mogelijk. Dat is Dylan die ik hoor. Dat is 9. Dylan? Nee, Dylan kan niet. Ik ben vol de op een kaanstoeprand. Ja, denk je dat Hamza dat hij dat zou doen, die Piet? Dus, kan ik even omschakelen of? Yes, als jij een echte motor kan pakken, dan ga ik je mond zijn nu open, Matthijs. Ja, zeker solliciteren, maat. Ik omschakelen naar of ook. Positief. 42-0 visa, dus 0. Het is welkom in dien. Rangen specialisaties. Gradieren alles. 13-17 op een sif. Is vernomen. Let's go. Oké, 13-17 op een sif, jongens. Daar houden, hè. Daar houden we dan, hè. Staat snel op zoek op de Zulu met Jeff. Even goed kraken. Zo goed te zien. Jullie zelf even de portie zetten, boys. Hoppen! Hey, Larsi! Echt jack met jou. Ja, goed, hè, met jou. Ja, prima. Ik ben een beetje ziek, maar niet ziek. Wat ben jij? Een beetje ziek. Oh, ziek? Ah, oh, dat is niet fijn, hè? Ziek? Nee. Oh, nee, dat is niet leuk. Ik heb een kleine pijn, maar vond ik de rest fout. Oké. Nee, fijn dienst, hè? Lekker of rood in Amarok? Ik ga lekker op een sieve. Ik heb zo'n ziek aan voor dienst infra. Ah, nice. Nou, hopelijk wordt je collega bij dienst infra. Zou tof zijn. Nog een sifrijder, dus zou leuk zijn. 21.06, kom eens uit. Cyprus. Waar bevind je je op dit moment? Productiesegaasje. Helemaal in kamer. Wat doet Dylan in onze porto? Goed. Zullen wij even een dienstje draaien vandaag? Ja. Oh, hey, joh. Hey, Lars, kun je ons misschien anders even in... Dylan draait een noodhulp dienstje? Zo, ja. Daar heb ik lang niet meer geweten. Ja, maar... Sorry? Wat? Schijn me aan op de Amro. Dat weet al lang, dat heb ik echt lang niet geweten dat hij een notendienst heeft gedraaid. Ik eraan, oké? Dan pak ik heel veel mijn wapentjes. Oh, hey, joh. Dat is heel lang geleden dat ik dat heb geweten. 1317 ben ik, yes. 1317. Dat is mijn naam. Of mijn roepnummer, sorry. Mijn naam niet, mijn roepnummer. Heb ik alles nu ingevuld? Ja, stop. Nou, dan gaan we, jongens. Het rijdt op offensief, hè. Let's go. Ga op offensief. Als je geen bodycam hebt, komen ze überhaupt achter dat je een zakje hebt meegenomen. Via de logs allemaal, Quinte. Ze hebben van alles logs, hè. Ze kunnen alles terugvinden, hè. Ja, klopt, Quinte. Ja, klopt, ja. Klopt. Oh, ik heb al 2 uur op kool gedraaid. Oké. Tututun. Oh, daar ben ik. Oh, wow. Fijne avond. Ja. Tututun. Die heeft volgens mij ook verplicht noodhulp horen. Ja, klopt, maar Dylan, ja, dat is toch heel lang geleden dat hij dat heeft gedaan. Maar volgens mij moet dit nu echt te doen. Volgens mij is hij... Allee, ze hadden de lijnen wel gezegd van ja, Dylan, je moet nu toch wel eens een keertje noodhulpdienst verdraaien. Want dat is echt al heel lang geleden dat hij dat... Allee. Maar ze hebben nu niet geleden dat hij dat gedaan heeft. Ja, hij had heel weinig noodhulp. Volgens mij is het echt... Ja, toch, volgens mij is het de eerste keer dit jaar, denk ik, dat hij noodhulpdienst draait. Maar leuk, hè?
Kun je eens een keer op een andere manier communiceren met elkaar, in plaats van altijd met die zware stem. Nee, dat is een keer leuk, hè. Hier gisteren weer die melding dat... Ja, raar, Timo. Ik snap echt niet hoe dat komt. Maar ook alleen maar jij, hè. Je bent de enige waarvan ik weet die er last van heeft. Bij mij. Ella, wat komt jij hier doen? Dank voor het abonneren, alsjeblieft, Erik. Oh, hey, dat is de korpsleiding, let's go. Dat is de korpsleiding, denk ik. We zijn wel. Nou, dankjewel, alsjeblieft. En zeer welkom, en zeer welkom. Dag Jeroen, welkom. Yo, Jeroen Koolmees. Gewoon Erik, de leiding is voor mij geabonneerd van jou. Dat... Ik wil niet even hard flexen, jongens, maar... Ik heb nu wel reden om te flexen. Het is wel heel lang, het blijft heel lang rood, vind ik. Maar even iets groener worden, vind ik. Ja, iets groener. Geen meldingen. Het was afgepakt. Ja, oké, had ik al door. Je likes doen het niet. Ja, klopt. Ja, de likes doen het niet. Ik merk het ook op. Maar die website, die kun je niet. Waar is er nu mis mee? Ja, eerst die subcounter, nu de like counter. Nee, we willen het gewoon niet doen. Nou, voor vandaag, jongens, dan is geen like counter, sorry. Hij is offline of zo, ik heb geen idee. Ik kreeg de streams maar abonneerde nu pas. Ja, eigenlijk. Hij heeft nu pas geabonneerd. Is hij al groen geweest of ben ik helemaal gek aan het worden? Staat 7. Kom eruit, nee, staat 7. Winkel V. Hij is al helemaal geen camera aanwezig. Ja, klopt. Zijn er beschikbare eenheden voor vanuit... de deur? Oh, dat bekend voor mij. Hoe lang duurt het licht? 7. Mm-hmm. Ja, dat is toch Kamar gebied? Ah, dat is Kamar. Dat is Kamar. Ja. Zijn er beschikbare Kamar eenheden? Ik. Er is zometeen niemand van de camera beschikbaar. Nou, ik hoop dat ik die kan aankoppen zometeen. Zeg, hoe lang blijft dat nu rood hier? Even serieus, hoe lang blijft het rood? Barry Bengel is. Barry Hengel, Timo. Barry Bengel is met Marco mee op stage, zie ik. Dat is heel tof, dat is heel tof. Daarom ben je mee, dat is wel leuk. Met Marco mee, dat is wel leuk. Hé, hey, welkom dag Wietse, welkom. Hé, hey, Wietse. Daar staat 6-0 op Coca. Oprecht. Dat een Taycan voor de deur. Oeh, Taycan. Oeh, ik hoop dat ik... Sifs die kant op. 5-5-33 staat snel. Ik hoop dat ik mag gaan, maar... Oranje specialisaties. Oh, oranje. Is de eerste klasse Sif IMT opco. Of kan jij een Sif pakken en richting postcode 707 richting de... Ik wil ook wel op zich gaan. Welk nummer mag ik aannemen? De 2001. Yo. Waar was de winkel? Postcode 707. Dan hebben ze maar één Sif. Of zo. Zo dicht parken. Ah. Leek heel dicht, maar het is op zich niet zo heel dicht. Hebben jullie een koppen prier nodig? Ik wil ook gaan. Maar... Ik weet niet. Moeten we even mensen aansturen. Hallo meneer. Hallo. Doei. Later. Ik heb dan flitspalen hier, hè. Allemaal flitsers. Oh, daar zie ik ze wel staan. Kijk. Dat is een flitspaal. Kijk. Hebben jullie koppel prio nodig? Flitspaal. Nu pas zie ik die. Ja, ik denk dat dat wel handig is. Maar wij flitspalen. Heb ze aan, flitspalen. Dag meneer. Dat is toch wel handig hele bezig. Ik hoorde misschien uw collega. Ja, oh, super man, ik hoop het voor jou. Dat zou leuk zijn. Ik duim alvast voor u meneer. Dank u wel. Wat is uw naam? Kai. Ja, doe maar. Ten? Kai. Ah, Kai. Hey Kai, ik duim voor jou. Dat jij mijn politie wordt. Ja. SKT. Ik hoop het ook, man. Mond er niet aanstaan. Oh, het is oranje maat, yo. Ah, Sky. Oh, wauw, sorry. Is er eens Thijs, dan Kai, en dan zeg ik... En dan, het is blijkbaar Sky, wauw, joh. Dikke rip. Ik zet voor jou op, Wietse, de kentekenlezer. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké, kom ze uit. Zeg maar. Heb jij nog een offroader voor de winkel? Of ah, offroader. Oh, ik wil graag aankoppelen. Was heel leuk geweest. 2106 zijn beschikbaar. Positief. Een paar even gas geven, hè, jongens en meisjes. Even gas geven, natuurlijk, hè.
Even de rot redden, maar ik heb echt lang voor rot te staan al vandaag, dus ik mag even wel permitteren om de rot te redden. Hoppa. Een ram. Dan redt de rot, lekker bezig kerel. Niemand in de winkel? Niemand gaat een beetje plegen ofzo? Leidt er niet op, hè? Leidt er niet op. Nee. Oké, okay, gaan we verder. Ik wil eigenlijk omdraaien. Zat er een kapotte Taycan? Nou, zeer gezellig. Leuk, man. Eigenlijk is het niet zo heel slim om met Taycan open te staan. Of een auto open te staan. Want stel iemand, een beginner of iemand anders, die steelt die. Alleen, maar roept misschien AMB op, gaat die dan laten maken. En die steelt hem, maar gaat misschien de winkel of weer doen en die wordt gepakt daarmee. Ja, doe je auto, hè. Als de agenten niet echt goed kijken, hè, en controleren. Is wel rip auto. Welkom naar Emily. Ja, goed, dan met jou. Ja, prima. Is het niet Piet? Hij heeft ook zo'n kleur van RS6. Hij heeft ook zo'n gele kleur RS6. Als het nu Piet is, hè. Oh, jongen, ik pak mijn zaklamp. Oh, jongen. Die Piet, jongen, had nog nooit een zaklamp van die bij me gezien, denk ik. Of van zo dichtbij. Niet normaal. Echt waar, die Piet gaat wel meemaken. Altijd dat stomme rotlicht weer, hè. Rotlicht? Ja. Maar u betaalt de meneer duur belastinggeld. Ja, dat is wel met kutbelasting, hoor. Ja, jongen. Nee, jongen. Piet had toch die verkocht? Was blijkbaar een 1 april grap, Timo. Dat hij die had verkocht. Maar op zich, het is geen goede 1 april grap, maar ik ben wel blij aan de 1 april grap. Dat wel. Sommige camera's maken ze soms onzichtbaar of verstopt in een boom. Flitscamera's bedoel je? Ja, ja, zeker. Of daar nog thans, ik denk niet dat echt mag, hoor, het verstoppen. De auto's wel, maar echt mobieler of was de flitsers, ik denk niet dat ze die mogen verstoppen. Het was een 2... Ja, ah ja, het was een 2 april grap. Ja, juist. Ja, het was 2 april. Ja, juist. Het was een 2 april grap. Hey, joh! De roodrijder. Vieze vuile Rik. Nou ja, lekker groen, hè, pa. Maar ik zie wel flitspaal. Dat is wel leuk. Vind ik wel tof, dat je kan zien. Maar zie je ook een flitspaal eigenlijk bij Rotte Bank? Dat de mensen zeiden van wel. Ja, hier, kijk. Kijk, een flitspaal. Hoi. Even keer inspecteren, hoor, hoe hij eruit ziet. Ho, ho. Nou, hij is eigenlijk echt gewoon een paal, eigenlijk. Zit erin? Nou, niet heel veel of zo. Nou, oké, jongen, een flitspaal. Gezellig. Wietse, ik heb altijd voor rot gewacht, maar nu even niet. Nu is even gedaan met rot. Of voor het rot te wachten. Nu is het even gedaan. Genoeg geweest met rot. Voor rot te wachten. Dus 50, 60. Dik, hè? De flitspalen zijn wel een leuke toevoeging. Ja, maar de boetes zijn ook heel duur geworden nu, hè? De boetes. Ze zijn veel malen duurder geworden. Echt insane, eigenlijk. Die zijn zo duur geworden, de boetes. 18,05. Ja, echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Alleen de burgers. Ja, de burgers die moeten bus betalen, hè? De burgers. Zat eruit? Bij mij niet. Bij mij is het gewoon. Weet het gewoon. Ja, daarom kun je gewoon een... Gewoon een flitspaal, hè. Gewoon een flitspaaltje. Ik heb geen geld bij mijn daily. Oei. Wat kan. 2105, Jasper, zou ik u willen nemen? Zou je niet weten hoe en wat? Ja, kan wel. Dankjewel. Yo. Bij mij, ik heb echt al lang in... Ik heb volgens mij 1 keer een daily gedaan, denk ik. Ik heb volgens mij echt maar 1 keer een daily gedaan. Ja. Neem mijn future carrière, 1 keer een daily. Ah zo, meneer. Wij rijden hard of wat? Of wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? Waar rijdt hij? Hij gaat naar de AMB zeker? Nou, hij gaat naar de AMB. Ja, laat allemaal maar. Want hij reed door oranje, dus ik kan hem niet bekeuren voor de rood rijden. Dat is het ding een beetje. Ik kan hem niet bekeuren voor de rood rijden, want hij reed gewoon niet door rood. Ik heb mijn rijbewijs ophalen trouwens. Ik heb die niet bij mij. Even mijn rijbewijs... Of heb ik wel bij mij? Nee. Nee, niet bij mij. Even ophalen. Weet je wat we moeten doen? Gewoon bij snelwegen doen en als ze boven 200 gaan. Maar dat is ook, hè. Nee, Hamza, op de snelweg mag je in Nederland 100 in Nederland, dacht ik. 100.
Dus ja. In Future mag je volgens mij 130 op snelweg. Dat is normaal gezien de snelheid. Nee, jongens, ik heb een rijbewijs, maar ik heb gewoon niet op zak, hè. Dus ik heb een rijbewijs, hè. Zeker, ik heb alles, hè. Ik heb motor, auto en vrachtwagen. Ja, dit is even, ja, dit is voor privégebruik, maar... ja, ik weet niet. Tegenwoordig meer teruggedraaid naar 100. Ja, daarom, ja. Zelfs dat vroeger in Nederland 130. In België is het overal 120. Nooit sneller 120. Nooit sneller. Maar het is overal 120. De snelweg. Volgens mij ergens in Gent wel 90, denk ik. Ergens in Gent, een klein stukje in Gent. Maar voor de rest overal 120. Ja, daarom kun je het, je mag door oranje rijden, hè. Dus ja, dat kun je niet op bekeuren. Bah. Het was dus 120, is nu korte poos 130 geweest, maar met stikstof is nu weer 100. Ja. Ja, ja. Stikstof, ja. Ja, het is allemaal nog iets, hè. Ja. Ja, is dat echt zo'n groot effect eigenlijk? Ik weet dat niet. Dat weet ik niet. Of dat een groot effect op het milieu. Behalve werken mag je wel 30 van 50, niet meer huppa remmen. Ja, maar ja, als het in de werk op de snelweg, ja, dan is dus meestal al heel zachtjes aan. 120, dat is 90 of 100, 70 en dan is het 50, hè. Dat is geleidelijk aan. Als niet in één keer, boah, nu 50 rijden. Nee, dat is wel geleidelijk aan dat je dan moet remmen. Remmen, hè, kerel. Ah, dat is goed. Dat is goed, Lexusje. Overval. Die is momenteel voltooid, Jeroen. Dus daar zijn al collega's op aankoppeld. Dus ik mag daar niet op aankoppelen. Wachten, hè, Lexus. Oké. Okay. De Belgen zijn best leuke klantjes op de wereldbol. Wij gaan echt niet verschil maken. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar ja. Dat is ook weer, ik vind ook weer, dat klopt. Dat is niet zo, we maken echt niet verschil. Maar ik vind ook wel dat niet wil zeggen dat wij, dat we daarom maar gewoon doen wat we willen. Maar ik ben zeker akkoord mee van, wij maken echt niet verschil, maar het is ook niet zo dat we alsmaar doen wat we willen. Check je gif in de DM's. En welke DM's? En hoezo heb jij en waar heb jij een gif gestuurd dan? Hoezo heb jij mij nodig? Of? Ah, daar heb je dat gestuurd. Ah, oh, Leo, maat. Nee, oh, je bent helemaal niet Leo. Dat hij Leo was. Ben je niet Leo? Ah, je was Leo, of wat? Je was Leo. En je bent altijd Leo. Mozanko, my beloved. Ah. Nou, tof. Ja, leuk. Doe zo verder, zou ik zeggen. En wanneer jullie trouwen dan? Allee, als ze mij vragen. Ja, sowieso, Rick. 100%. 100%. 100%, Rick. Ja. Dat komt nooit niet goed, het milieu. Nooit. 30, 60, 40. Zolang die grote landen daar niks aan doen. Maar het ding is, die gaan ook niks aan doen. Die grote landen. Als je mij kunt slepen, wel ja. Dat is gewoon zo. Die grote landen gaan niks aan doen. Die kunnen het gewoon niet. Ja. 42-03 staat dus nu met de koppenverzoek aan de 30-60 op de Jammer. Het is gewoon heel moeilijk. Voor die grote landen, lijkt mij. Yes, welkom in dienst. Om dat allemaal te regelen. Een klein landje gaat dat, hè? Een klein landje, maar een groot land. Ja, ze mag je op de 13-18. Ik weet niet of dat zo makkelijk is. Top. Al die reeltjes. Maar ja. Maar ja, het is niet anders. Een mule, let's go, een mule. Maar voor Carine kunnen ze wel hun geld uitgeven, raam maar waar. Ja, maar ja, dat is... Oh, wat de hond. Oeps. Nee, ja, maar verre... Ze moeten dat doen, hè, verre. België moet dat doen, hè. België moet geld uitsturen, hè, en helpen, hè. Dat is gewoon zo, hè.
Wij behoren op tot de NAVO en de NAVO wil ook geen helpen, dus ja, dan moeten we dat, hè. Dus ja. Het is allemaal ook niet gemakkelijk, hoor, die politiek en zo, en waar het geld allemaal gaat. Zoveel verplichtingen ook, en vanuit Europa, ja. Ja. Is goed dat iemand het zo... Kom er nog iets? Ik heb geen idee. Ja, komt zeker nog iets. Iemand die de rot rijdt. Maar stopt die erg of niet? Gaat die stoppen of niet? Gaat die stoppen of niet? Gaat die stoppen of niet? Gaat zich wel vastrijden. Dus ik weet niet goed wat hij wil doen. Wat is zijn plan? Hallo, meneer. Hij wil naar Kevin, welkom. Wie is dat DSI? Let op, hè. Ik ken dat verhaal al. Stel dat ze hem zeggen, oh, ik heb het niet gehoord. Sowieso, hè. 100%. Meneer! Holy shit. Heeft u oordop in? Nee. Nee, hoezo hoort u me niet aan? Ik heb geen idee. Sorry? Ik heb geen idee, had je sirene aan? Ja, ik had zeker sirene aan. Lampen, sirenes, alles. Die heb ik niet vernomen. Al vanaf de golfbaan. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien, joh. Goed. Meneer, wil even aan de kant gaan staan, alsjeblieft? In een parkeervakje. Oh, dat kan wel. Ja, yeah, super. Yes. Gaat hij nu wegrijden of wat denken jullie? Goedenavond, meneer. Hi. Ik zei net de rood rijden bij... Waar was het? Ik bij Lombank was het daar. Het bovenstukje bij Lombank. Oeh, ja. Ja, ik stond te wachten daar voor het rood en nu rijdt mij zo voorbij. Dus, een aantal moeilijkheden, want ik ben dus doof en ik ben kleurenblind. Doof en kleurenblind? Oh, u kent de rijbewijs. Ja, ik zoek even wat de rijbewijs is. Nou ja, heeft u rijbewijs wel of niet? Die heb ik wel. Als goed ligt in mijn rijbewijs. Yes, ik ga even nakijken, mensen. Dat is mijn identiteitskaart. Kijk, ja, zie je, dat is gelijk alweer voor moeilijkheden. Ja, ik ga even kijken in ons systeem. Ik heb alles wat je kunt bedenken. Thomas van Elk. Supervet, elk auto, voertuig, noem maar op. Hij zou alles, ja. Ja, volgens mij is een car dealer, ja. Ja, moet ook wel neer of zo natuurlijk, hè. Vind je natuurlijk niet. Gevonden. Hij wordt gezocht. Maar ja, dat klopt ook niet helemaal. Ik heb alleen geen washandje. Yes, meneer, prima met de rijbewijs, iemand op. Ik moet wel gaan bekeuren, meneer, helaas voor de rood rijden. Oh. Dat ik mij niet zomaar onbestraft laten gebeuren, natuurlijk. Nee, oké. Okay. Dat is een boete van 65 euro. Dat is te overzien, denk ik. Dus, wat zegt u? Dat is wel te overzien. Ja, daarom hè. Om toch een klein beetje bewust te maken van dat je moet wachten voor het rood. Bij deze de boete. Ja, super goed. Ik zal kijken als hij op de deurmat komt, dan betaal ik hem. Ja, super, helemaal top. Goed, meneer, vanavond nog, hè. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, yo. Super, jojo. Was, hè. Kleine boete uit te geven vandaar al. Ja, als mij is van de car dealer, ja, denk het wel. Ja, de onverre. Als je kleurenblind bent, maar echt, als je zo kleurenblind bent dat je het verschil niet kunt zien tussen rood en groen of oranje, sorry, maar dan mag je dus mij niet eens rijden. Lijkt mij, dus. Dus, dat is niet een excuus. Ja, was kleurenblind, ja. Niet blind, maar was kleurenblind. Ja, als je rood en groen en oranje niet kunt zien, of door elkaar mixt, ja, sorry, maar dan krijg je toch geen rijbewijs. Dan krijg je nooit een rijbewijs. Dus dat als excuus gebruiken? I don't know. Zet uit 4 staat 0. Rangers met okay. Communicaties? Eerste klas, EPT, Vreuske, zwart, communicatie. Goeie, dat wil te hard. Nee, dat wil te hard in principe. Nee, liefst op rood. Ja, die stoppen. Ze stopt al hoor. Het is altijd leuk om te zien dat ze altijd nog wel stoppen. Welke nummer? Niet altijd, maar meestal wel.
Ik kan ook pinken zeker, hè? Kijk, ik pink even naar race. Hupsa. Even, ja, lekker naar race pinken. Dat was Orpie. Vieze vuil. Ja, oké. Okay. Ja. Het ding is, die keer had zeggen van, oh, het was wel groen. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik echt geen zin in, dus laat maar. Hey, welkom Astrid, welkom. Hi Astrid, hallo. Er zijn mensen die rood als groen zien blijkbaar. Ja, dat kan, maar... Krijgen ze dan een rijbewijs? Dat weet ik niet goed. Ik weet niet of ze dan zo makkelijk rijbewijs krijgen. Of na vele examens misschien wel. Na vele examens, dat kan misschien wel. En dat is gewoon van buiten leren van, hey, als ik rood zie, mag ik doorrijden. Als ik groen zie, moet ik blijven stilstaan. Klopt toch, hè? Ja. En zit er bijvoorbeeld iemand naast hem en zegt, ja, het is rood, stoppen. Laat hem misschien doorrijden. Ik hoor een toeter, wie toeter op mij? Is misschien beneden. Volgens mij is dat beneden. Volgens mij is het beneden. Bij het HB. Het is wel rustig, man. Eigenlijk nog maar één melding geweest. Dat is van winkeloverval, er is nog niks. Dat is wel heavy. Dat is een 5003, staat snel. Dat is heavy. Het is groen, let's go. There we go. Oké, okay, we gaan één keer gassen, hè. Oh, nee, toch niet. We gaan lekker rustig rijden. Nee, we gaan maar één keer gassen, kom. Hoppa. Bam. Saai. Ja, Jeroen, dat is het nadeel een beetje, hè. Je moet wachten op dingen natuurlijk, hè. Ja, dus rust. Ja, op zeker rust in de stream. Ik heb al erge tijden gekend. Nou, ziet de rood rijdt zo meteen. Oh, jongen. Je had een boete. Heeft hij groen? Oranje. Pof, miljarden. Heeft oranje. Ah, dat is gewoon een garage dat ik kon oprijden. Maar nee, het is gewoon een garage. Het is gewoon een oprit. Kan ik hier wel ergens rijden? Oh, gezellig, man. Oh, dit is tof. Ja, is leuk. Dit is leuk. Oei, trap hem. Kan ik hier wel weg geraken? Maar hebben we ook trappen. Oei, rip. Nou, dan gaan we wel zo, hè. Ga je ooit voor de accessrol of niet? Accessrol? Wat bedoel je daarmee, met Marcel? De accessrol? Wat dan? Moet je even uitleggen. Kijk het HB, jongens. Oh, het oude politie HB. Boah. Een neef krijgen. DSI. Dat heb ik gedaan, hè. Ah, shit. Het is rot. Ah, shit. Wat doe ik eigenlijk? Ze begint die me helemaal aanklagen. Ah, politie rijdt de rot. Snap je afslaan. Nou, hij is ook al weggereden, oké. Okay. Hij is ook al weggereden. Wat is dit trouwens? Is het een soort van garage of zo? Oh, kun je ook niet naar binnen hier eigenlijk? Mij kun je naar binnen, hè? Ik ben hier aan het praten, 10 hele fijne middag. Yo! Dat is een snel. Oh, hè? Ik kon eens naar binnen hier, is het een ganghuis of zo geworden? 5603 staat snel. Is het een ganghuis of zo? Rangen specialisatie. Je kon daar eens altijd in. Eerste klasse IWT, wat? Huh? Ja, of groot. Is het opeens een ganghuis of zo? Maar langs de voorkant of ook niet? Ook niet. Op de 18-0. Huh? 18-06, sorry. Dat is echt heel raar. Is het een ganghuis van iemand? Oh, yo. 13-17 beschikbaar. Positief. Slip ik jou naar de kop op prio 2. Nou, oké. Okay. Ben benieuwd wat daar te doen valt. Ook graag de recherche oproepen. Wat is de locatie? Als er geen DC is. Langs de tattoo shop Olieveld is net setup geplaatst, automatisch vuur. Gaat om een Taycan. Van de winkel V langs tattoo shop richting elektricien. Komt daar uit bij elektricien, oh. Gaat richting CBR. Achtervolging gaande. Dat zijn we wel kwijt. Langs CBR, langs de impound. Oh, ze zijn achtervolging bezig nog. Langs Maria's winkel, langs de stripclub. Gaat onder het viaduct door. Oh, blokkenpark al helemaal. Terug. Hij draait terug langs de stripclub, langs Maria's winkeltje. Richting Vuilnisman. Oeh, ben ik... Rechtsaf. Richting car dealer.
Ja, het is wel bijna. De car dealer gaat onder oud uitval waarschijnlijk door. Ja, positief. Oh, joh. Zo, die gaat wel snel dan. Oud uitval door mogelijk. We ja, dat is ook een Taycan natuurlijk, hè. Dat is ook een Taycan, dus. Mogelijk richting onderzijde ziekenhuis. Oh, let's go. Daar ben ik ook bijna. Ja, geen zicht meer. Geen zicht meer? Dat was toch een blauwe Taycan? Ja. Ja, zit momenteel voor hij... mij. Ja, en nu bovenkant ziekenhuis. Bovenkant ziekenhuis? Monte gaat in die garage in. Ja. Richting Bokkenpark garage. Gaat hij richting car dealer. Is de recherche al opgeroepen? Gaat doordringen UWV. Bijna uit zicht. Ah, oh, shit, hè? Huh? Hij rijdt nu bij UV, rijdt om. Ah, toch? A6 zei ik, rijdt je thuis of moet. Hebben jullie geen belanding nodig van het ziekenhuis? Je bent wel gekregen. Nou, die mensen zitten... Maar zitten klagen? Wat zei hij zelf? Die is met het ziekenhuis. Yes, Zulune, ik kom zo over langs. Oh, shit. Velmersman richting Plezierhaven. Langs Plezierhaven gaat richting oud politie AB19 richting car dealer weer. Langs UWV gaat richting UWV, langs UWV. Dan denk je het ook gewoon veel te nice, hè, niet dat kan. Ik kan het gewoon veel, als zij, ik heb geen idee wat zij. Welkom naar baas, ja, welkom. Laat rechtdoor gaan richting taxi AB, slaat daar rechtdoor. Ik begint te regenen. Onzijde basic fit. Wat er wel een grapje zit aan. Onzijde basic fit richting basic fit, voorzijde. Komen we daaruit, linksaf richting ANWB. Gaat weer naar beneden. Ja. Gaat weer richting lekker Blokbar, rondjes rijden. Onder oud uitval door. Hola! Onder oud uitval door, staat linksaf, we hebben geen zicht meer. Shit. Mogelijk richting A4. Ja, hij gaat de tunnel in, jongens. Ja, dacht ook al de tunnel in ging, ja. Dacht ook al, het leek die tunnel. Hij gaat linksaf Blokkenpark, via Chinatown. Oh, daar redt hij, daar redt hij. Hij gaat weer links bij oud HB volgens mij. Ja, we hebben hem in zicht. Oud HB achterzijde richting pitstop. Hij neemt de garage daar. Hij zit nu in de garage bij oud HB. Ah, dat is hier. Rode garage, ja? Ja, daar. Ja, we zien hem. Hij rijdt weer verder. Ja, hij rijdt weer verder richting Blokpark. Linksaf. We gaan richting... Oh, daar. Oh, joh, wat een vervolging, joh. Gaat rechtsaf Blokpark op. Richting A2. Hojo! Gaat de A2 op. Negatief, gaat de tunnel weer in. Weer geen zicht. Gaat linksaf. Gaat de rechtsaf. Rechtsaf. Houdt uitval. Ja, we hebben in zicht de UWV momenteel. Rechtsaf richting oud politie AB gaat. Die kans gaan zo snel, hè? Rechtsaf richting ANWB. Nog een keer rechtsaf, oud uitval weer onder. Oh, hier. Ik zeg maar, dat gaat zo snel. Dat gaat zo snel die Taycan, dat ik belachelijk. Ja, positief, ik heb weer zicht. Waar? Gaat richting ziekenhuis. Bovenkant. Ik heb wel pech hoor. Richting... lekker Rick. Dat is wel leuk. Richting ANWB. Dat is wel leuk, Rick. Hey, tof man. Rechtsaf weer richting oud uitval. Zo, wat doet hij daar? Boven langs. Nou, ik zie hem daar. Car dealer. Ja. De tijd bij car dealer. Slaat hij rechtsaf richting UWV. Hij blijft rondjes rijden in de stad. Hele motorbed. Oh, joh, jongen. Kijk mijn FPS. Hij gaat rechtsaf. Oh, daarom dus. Hij weer langs. Dus hier. Gaat richting taxi AB. Oh, shit. Hij toch rechtdoor. Zo, maat. FPS. Waar rijdt er daar? Richting taxi AB gaan. Nee, heel fijn. Zo, ja, wat is dit dan? Een veilige pitten, pas op. Wat is dit dan? Door, ja, ga nou omhoog richting taxi AB. En dan zou je maar klaar. Ja, joh, wat is dit dan weer? Langs basic fit, de weer rechtsaf naar beneden. Ik ga wel naar hier. Onderzijde basic fit, bovenuitval langs. Ja, hij heeft niet echt een plan richting car dealer weer. Ja. Kom uit bij de car dealer, gaat richting Pro Street. Ah, een Grove Street. Rechtsaf richting UWV. Langs Construction Site. Ja, gaat weer langs UWV. Hepsa! Ja, zeker.
gaat onderuitval weer langs. Ah, kerel. Taxi AB. Gaat hij rechtsaf? Gaat Gaat een beetje globaal met hem mee rijden. Ja, naar links gegaan. Naar links zo. De tunnel in, ziekenhuis. Daar race af het in Blokkenpark. Ja, we hebben weer zich langs. Jongen, we gaan hem echt pakken, maat. Bovenzijde ziekenhuis, maar hij gaat gewoon maar rondjes. Ze weet niet wat hij aan het doen is. Heeft geen plan. Basic. Want het regent in het hart, hè. Onderzijde basic richting ANWB. Mogelijk dat hij weer, ja, weer richting uitval. Ja, en red maar rond. Onder de 120 mag als dat. Oh shit. Hé, hey, welkom naar het type, welkom. Laat rechtsaf richting UWV. Blijf maar rondrijden. Nog een keer rechtsaf onderuit, oud uitval. Gaat hij hier nu rijden? Yes, daar redt hij. Weer linksaf van de schijnkering. Oh. Ook zo zeg. Gaat linksaf. Oh shit, in jou. Ja, dat is een beetje mijn fout, denk ik, ja. Sad. Laat daar rechtsaf. Ah, oh, sad. Wel geel lampje nu. Zij de rode garage richting politie. Ah, deze, dat is wel zonde. Ja, richting politie AB nog steeds. Rechtsaf richting juwelier. Oh, wajo. Langs juwelier. Laat daar linksaf richting... Kijk, kijk die deuk, jongen. Langs luxury. Richting filmstudio. Ah, zonde, man, dat mijn auto kapot is. Ja, geel lampje. Langs filmstudio. Want daar kan ze echt niet handig. Politie AB. Ah, politie AB? Nog een keer linksaf, gaat terug richting achterzijde rode garage. Ja, ik heb hier terugdraaien. Dan mogelijk weer oud uit voor onderdoor. Ja, kijk man, ah, mijn auto. Langs rode garage gaat oud uit voor. Dat is echt niet nice, mijn auto. Hoe is die? Goed hoor, met jou? Laat linksaf. Wat is pittig dit hoor. En weer de tunnel, jongens. Hij gaat de ziekenhuis tunnel in. Ja, dat doet altijd al. Hij gaat weer Chinatown in. Ja, zien we door dat Chinatown. Richting maar. Oud AB. Gaat achterlangs Oud AB richting pitstop. Langs Oud AB richting pitstop nog steeds. Laat daar weer rechtsaf richting Blokkenpark bij die rode garage. Oh. Nog een keer rechtsaf. Gaat ja. Richting Merelpark. Langs de Tune Shop Blokkenpark. Ja, dat is oké. Let's go. Rechtsaf richting pitstop. Gaan we die Zulu. Richting pitstop, hij heeft heel veel rondjes gereden, mogelijk setup straks gaat rechtsaf richting CBR. Als een klein paasje maar. Richting voorzijde. Oh, sitting hell. Wat is de bedoeling? Schipclub. Gaat er rechtsaf richting Blokpark. Onder de brug door, onder de A9. Het is ook gewoon zo nat, hè, zo het glad. Car dealer, nog een keer linksaf langs Schipclub. Langs Maria's winkel richting Vuilnisman. Vuilnisman. Nog een keer rechtsaf weer richting Blokkenpark Car Dealer. Komt nu uit bij de car dealer. Yep. Laat daar links. Ah shit, ik heb een dame te volgen. Zo'n slip. Rij door. Rechtsaf richting UWV. Yo, maar dit moet toch kunnen pakken, man. UWV. Maar even wel te zien aan die co-piloot hoor. En aan de piloot. Taxi AB weer onder uitval door. Had wel echt lekker hoor. We hebben alvast in het ziekenhuis. Ja, doe maar. Woe. Lang linksaf richting ANWB, nog geen linksaf. Hey, nice, lekker waren tot maat. Dat is goed nieuws, waren. Ja, we hebben de volging waren, maar. Laat daar linksaf, nee, rechtsaf richting politie AB. Richting politie AB nog steeds. Rechtsaf richting. Oh, gaat daar blijven. Oh, juwelier, dat is hier. Ja, pitten, maar wel voorzichtig. Oh, rip voor mijn. Langs juwelier, rechtsaf, negatief, persoon wordt gepit. Langs juwelier. Rechtsaf richting ANWB, langs achterzijde gemeentehuis. Richting voorzijde gemeentehuis, linksaf, voorzijde gemeentehuis. Rechtsaf richting ANWB. Ja, je lamp is echt sad, man. Ja, allemaal ook. Ja, we gaan richting achterzijde rode garage. Oh, is morgen ochtend zijn motor? Het zou heel nice zijn. Langs UWV, Zulu heeft nog hoog. Ja. Rechtsaf langs UWV richting Benny's. Oh, wajo. Linksaf richting Car. De race is ook echt niet nice hoor, voor Future eigenlijk. Snel reparatie, ja. Maar ik wil ook niet de actie missen. Ik wil de actie ook niet missen, snap je? Rechtsaf gelijk richting Blokkenpark. Linksaf richting bovenzijde ziekenhuis.
Zo. Oh nog shit. Nog keer linksaf bovenuit van langs. Nog keer linksaf bovenuit van. Nou, hij zit er boven. Wanneer is het DSI? Nou, heb ik al gedaan, man. De car dealer. Jongen, heb net 8 rondjes, heb het echt niet aan het doen is. Linksaf richting Blokkenpark. Het is gewoon maar rond aan het rijden. Nog keer linksaf richting bovenzijde ziekenhuis. Rechtsaf richting Chinatown. Gaat nog een keer, blijft op het Blokkenpark inrijden. Het is wel echt dramatisch, man. Blokkenpark Bank nu. Uitstappen, gaat overstappen. Overstappen op een F-Gecat. Is overgestapt op een F-Gecat. Nee. Yep. Daar kan inpounden voor één iemand. Wij zijn ook aangekoppeld op de F-Gecat met de overhoofd. Nee, Shift, die kan op zich die kan inpounden. Die heb ik nodig. Kan iemand een lichte motor vragen? Gaat richting bovenzijde ziekenhuis. Bovenzijde ziekenhuis. Wil die auto steeds? Dat is slechts die ergens ja, gezorgd erbij, man. Die zit de bovenzijde ja. Ziekenhuis. Gaat naar de AC's en een lichte motor vragen. Wij zitten namelijk in de ATC. Is een beetje aan het zetten. Basic fit. Linksaf richting de ANWB. Iemand die al een lichte motor aangaat. Ja, ik heb gewoon een lichte motor aan. Ze vraagt mijn kop. Ja, maar die witte auto is echt aan toe, man. Die uit de auto. Doe echt super sad. Blijf voor dit daar kan. Die mag erin voor 20%. Ik weet niet of iemand dat al aan het doen is. Ja, best even in het stand. Ja, top. Langs live invader, links af gaat de pas mee te doen. Open en kan jullie via. Even iedereen uitgang pakken, auto B, ja. A4 en UWV. Oh, hij gaat de mee te doen. Ja, wel slim hoor. Auto B. Kiev, ik ga hier kijken, is ook een metrotunnel. Even kijken, persoon is richting de ANWB gegaan, jongens, ondergronds. Maar ANWB? Ja, daar staan wij. Gaan geëenheden richting UWV, uitgang, ja. OHB en Merelpark. Oké, let's go, moet ik even naar daar. Ook mogelijk bij A4. A4 kunnen ze ook uitkomen. Ik ga bij Blokkenpark kijken, bij car dealer zo. Ik ga de schot daar uitkomen, dat is toch heerlijk, toch heerlijk vaak gedaan. Nou, wel slim, maat, om ook te zaken naar F-Raket. Ja, het is echt rip. Maar ik kan hier wachten, denk ik. Ik denk dat het verstandig is. Dat ik hier ga wachten. Als jullie nog snel zijn, komt hij er misschien nu uit. Oké, ga je even zien, je schrijnen doen. Dus UWV, Auto B, Merelpark en A4. Ja, ik sta nu bij UWV. Bij Lombank kan die er ook nog omhoog, maar die kans is vrij klein, denk ik. Oké. Ik ben bij Auto B ergens. Moet je ene kwantjes naar 6 ambassadeur dus de motor pakken? Oh, als hij nu uitkomt, hè? Wauw, joh. Als hij nu uitkomt. En het is wel rip voor hem, maar ja, het is wel nice. Was het ook uit gewoon. Even reparatie, nee, want als hij nu aankomt. Ik zie één lichte motor momenteel, of een F-Gecat in de riolering rijden bij Auto B. Heeft hij een hoedje op, zo'n helftje? Heel wel. Niet goed kunnen zien. Ik wil hem even vragen. Richting Grote Haven. Ja, maar. Ze hebben ook gericht de mond, ja. Het is rip. Maar daar komen ze weer aan hoor. Er niemand wil tunnel in. Zo, kijk zacht trouwens, jongen. Ja, niet normaal. Wat is dat? Ik weet niet, een stoet. Die zijn al een tijdje bezig hoor. Hier redt toch iemand uit nu, maar ik weet niet, is hij dat? Had hij. Even kleed bij UV? Ik weet niet, die kan net, is net ingereden. Had die kleding aan? De persoon waar hij kan? Ik zou het niet weten. Volgens mij had hij geen bovenkleding. Dat kan deze persoon wel zijn. Ontrijd richting politie AB. Oud politie AB. Als in ons voorgaande AB bedoel je? Ja, ons voorgaande AB. Maar hij gaat al stilstaan, dus ik weet niet of hij het is. Dat even na controleren. Yes. Nou, mooi gespeeld van hun. Die Tarkan, hoe zit het daar? Meneer. Goedendag. Bedankt, staan we voor voor, alsjeblieft. Ik zie er al een ANWB hierbij staan. We gaan F4 even staan bij Weasel Nieuws. Kom. Hij mag per 20% in. Ja, als we niks eruit zien te komen, dan staat 4. Ja, zijn we van oma. Mag volgen, meneer. Oh, er is er weer een. Ik zie meneer. In de bovenbak van de Taycan zitten. Zit ik redelijk veel plantjes zitten. Ik ga het heel eventjes testen op... Zit u, meneer? De motor gaat weer van Nou, trouwens, je mag voor 40. Is die kapot, die motor?
Ja, ik kan niet rijden. Oh, daar even hier blijven staan dan. Ik had één wapen. Nou, oké. Meneer. Dat is 20. Wil ik u staande houden is namelijk het volgende. Er zit een winkel of al gebeurd. En de persoon is opgestapt naar deze zo'n F-raket. En heeft ook geen bovenkleding aan. Dan ook even wil staan houden. Als je er niks wil meewerken, meneer? Dan is het gewoon staatsvier, denk ik. Maar ik heb wel bovenkleding aan. Ja, dan ja nu wel, maar ja, net niet. Nee, zelf even afstappen en vrij bestond, alsjeblieft. Ja, ik misschien wel Sorry? Ik heb even mijn gordel afdoen. Een kofferbak? Ja, doe maar. Ja, precies. Pak hem maar. Net zeggen, wat doet hij? Yes. Waarom een kofferbak in gaan, meneer? Meneer, hoezo rent u terug? Laat ons wel doorrijden, meneer. Yes? Wat wil je doen met je taser dan, Pink? Niks, maar je mag doorrijden. Vrij toch vriendelijk? Ja, precies. Meneer, heeft u mijn rijbewijs bij toevallig? Doet het zo moeilijk erover? Of heeft u geen rijbewijs? Kan ook. Yes. Nou, ik even nakijken hoor. Geen motorrijbewijs zie je, collega. Oei! Nee, dat klopt, omdat... Kijk, mijn kat, hè, die heeft toch heel scherpe nagels, hè? Dat weten jullie wel, mijn kat, toch? Maar wat heeft te maken met dat u uw motorrijbewijs niet heeft gehaald? Ja. Nee, kijk. Mijn kat heeft heel scherpe nagels. En, zeg maar, ik kan mijn rijbewijs een keer zo op de tafel laten liggen, hè? Oh. En hij ging toen zo met zijn nagels... Ja, maar dat zat allemaal op hetzelfde pasje, meneer. Ja, maar dus... Dus dat is een beetje een... Op de pas is dus, ik heb nu een naam opgezocht, meneer, en nu heeft alleen maar een autorijbewijs. Nee, dat kan niet. Nou, het is toch zo, u heeft geen motorrijbewijs behaald. Maar kijk, meneer, weet u of die guy dat hierop is geplukt? Zeg maar, was in zijn eentje in winkel? Was in zijn eentje, ja. Ja, kijk, dan krijgt hij toch ook geld van die winkel. Maar meneer, maar dat gaat nu even niet om. We houden u staande, ongeacht... De reden mogen wij gewoon controleren en als u een rijbewijs heeft, mogen we daarop bekeuren. Dus we houden u staande omdat u lijkt op de persoon van de winkeloverval. Maar nu blijkt dat u geen. Ja, nu blijkt dat u geen rijbewijs heeft voor de motor. Ja, kunnen wij u toch gewoon bekeuren daarop? Hm? Ah ja, dat is eigenlijk wel waar, ja. Toch, meneer? Ja, geef maar een bekeuring, zou ik zeggen. Ja, maar u rijdt zo'n rijbewijs beneden, dus maar niet verder rijden. Hij lijkt niet zo te kunnen, want hij lijkt op belofte te staan. Je moet wel gaan bekeuren, maar ik even boete geven. Helaas. Dat is een boete van 1200 euro, maar niet verder rijden. Gaat toch verder rijden, moeten we helaas weer een boete geven. Daarvoor natuurlijk, hè. Dus zeker niet verder rijden. Zo, alsjeblieft, meneer. In beslag nemen? Nee, hoeft niet. Dus, meneer, maar niet verder rijden, dat begrijpt u? Meneer? Meneer? Ja. Maar niet verder rijden? Argo, als we het toch betrappen, dan. Ja, dan is. Dan gaat u wel zien wat er gebeurt, hè? Goed? Ja. Goed, oké, meneer, vanavond nog, hè? Hij toont je ballen, pak die F-ket en rij weg. Waar zit die kerel nu? Hij staat bij mij, stap jongen. Die F-ket en rij wel. Ze kunnen niks van het rijden. Ja. Piet. Helemaal liggen lopen naar jou, jongen. Oh. Ja, kan ik geloven, ja. Hey, broski, misschien moet je me even controleren. Ik heb geen te donker raam en geen kerst. Dat boeit mij niks, maar even doorrijden. Zo. Ja, maar ja, dat is nu voor kopbeting, man. Ja. Dat is gewoon, daar kan ik u gewoon een bitch voor aanmaken, want je bent voor kopbeting. Dat is zo van die mensen, ja. Ik kan al zoveel mensen op vakantie daarvoor laten zien. Ja, niet normaal, joh. Oh. Als ik in mijn... Oh, ik had zoveel mensen kunnen bannen in mijn carrière. Oh. Ja. Ticketbol pot had dat dan heel vaak volgestaan, denk ik. Pak even een nieuwe SIF, want... Ja, ik heb maar even tegen mij gereden, waardoor ik helemaal ingedeukt ben. Ik heb heel snel naar Prio 1 terug, trouwens. Koppel... of Porto 1. Dat terug beschikbaar staan, natuurlijk, hè. Zo, terug beschikbaar. Maar Pietje, ik heb Pietje niet gezien vandaag, dus ik heb Pietje helaas nog geen klap kunnen verkopen. Helaas nog niet. Ja, dat was zo'n kopbeting, het type, maar ja,
Dus ik reageer gewoon zo puur, omdat dat is een kop beter, ja. Sorry maar. Hij wil het gewoon toedoen en dat ik waarschijnlijk achtervolg dat hij actie heeft, maar ja, sorry maat, maar... Ik kan dan mijn wapen af, maar niet zo op die manier. Nergens voor nodig. Oei, oei, wat zit nu weer? Een blokkade, oei. Is die open? Woninginbraak. Oeh, staat er 7? Ja, doe maar. 6, 4, 1. Staat er 7? Geen bericht. Ik krijg een melding van de woninginbraak. Oh. Dus neem maar een kijk en laat me weten als je iets vindt. Bij mij rij je vol tegen me aan. Bij mij niet. Bij mij heb ik hem totaal niet geraakt. Oh, ja, dus dat heeft vandaag echt wel heel dag problemen. Ja, maar zijn dingen aan het doen ofzo, hè. Ik heb die strings nog gelezen. Ja, ook. Bij mij heb ik hem echt niet geraakt. Carpack. Ja, maar zouden alles in één keer zijn of zouden ze systematisch alles doen? Ja, alles in één keer, denk ik. Dat zou echt heel nice zijn. Oh, dat melding blijft af. Let's go! Benieuwd wat we gaan krijgen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Spaar voor messen. Ja, daarom. Spaar voor messen en doe dan de winkel weer. Maar ga niet liggen kop beter, man. Ik snap wat actie. Dat is wel jammer. Maar, ja... Moet niet op die manier zijn van... Hey, bro, moet je me niet controleren of zo? Ik heb donkere ramen. Ja, boeit me echt niet, maat, dat je donkere ramen hebt. Oh, ja. Nou ja. Waarschijnlijk weg. Maar we gaan even binnenkijken. Ja. Ja, ik hoop dat die kerel... Oh. Yo, meneer. Meneer. Hallo, meneer. Heeft u wel iets gezien hier, in deze locatie? Nee, ik zag net wel iemand op een F-ticket wegrijden. Op een F-ticket? Ja, hier naar boven, zeg maar. Dat is een vreemd in zijn huis, snap je wat ik bedoel? Ah, oké. Okay. Ja, ga eens naar daar, want hier ik heb melding wel hier. Ja, ik ook. Ik kan ook nergens binnen. Ah, dit is ook een huis, dit. Echt, hè? Dit huisje. Dit is ook een huis. Deze. Misschien hier. We kunnen even kijken. Gaan we samen binnen? Ja, nee, kan niet. Ah, kan niet, nee. Maar die andere kan ook, toch? Of niet? Ja, ik kreeg niks te zien, dus... We kunnen nog even kijken. Maar... Hoi. Ja, waarschijnlijk is hij al weggegaan. Zie je even ketsig weggereden? Of hij is gewoon zelf, kan ook, maar hij komt op. Er wel nog steeds staan, huis binnen betreden. Maar deze heb ik nog nooit gezien, dus ik weet niet eens of dit... Ik had 2 keer hier. Oh, echt. Ik denk dat je nou in de stad zijn. Ja, ik zie niks. Ik wel. Doei. Oh, ja. Oké, okay. En dan gaan we starten. Meteen om. Politie. Politie maakt zelf bekend. Oké. Okay. Op de trap. Boven niet. Wat zeg je? Er ligt iets op de grond. Oh. Krijg je geen dekking? Ja, wat is het? Cocaïne. Misschien laten vallen. Politie. Oh, nog hier. Oh. Misschien hebben ze een spoor gemaakt. Politie, mag zelf bekend. Politie. Nog 2 zakjes. Het is sowieso een spoor of zo. Aan zijn grietjes vibe krijgt nu. Oké. Okay. Politie. Maar zelf bekend. Politie! Huh? Wat? Noodknop. Ja, hier boven in de slaapkamer lag er ook een. Ja, dit, overal ligt er wel iets. Misschien ligt er iets in... Huh? Er staat 7. Knop. Geen bericht. Van Kim. Maar, hoe zult op die allemaal koken? Kunnen we naar de gaan? Weet ik niet, ik heb ook 10 zakjes. 10? Er is 17 als jullie de kant op kunnen. Ja, positief. Heb jij de locatie van de noodknop? Ja, ja, ja. Ik heb ben je binnen geweest trouwens? Ja, ja. Ah, oké, oké. Apart. Ja, we misschien wat achterlaten of zo voor ons. Mee, kom eens uit. Meisje meer gijs of zo. Oh. Misschien is het een gijs of zo. Oh, het is maar 1 kilometer. Zou direct. Maar ze reageert ook niet in een port, dus meisje is gegijzeld. Oh, gek dat er overal zakjes lagen. Ja, echt gek, hè? Ja, opko, een mond is niemand aangetroffen in het huis. Yes, is genomen. We gaan nu zelfs weer naar Hanuitknop. Dat. Dus hier. Ik weet niet dat er te zien is. Straks wordt ze gehandicapt. Dit is natuurlijk ook wel nice. Oh nee, wat? Ja, lekker man, pak de mesje maar. Ja, let's go. Ik kan niet instappen, kut auto. Drip. Staat stil. Ja, dan mag je
Hallo, de ene zegt laat hem gaan. Die is welkom in dienst, dat is heel raar en een specialisatie. Hey, yo. Is puur alle specialisatie wat nodig. Dat is wel rip, man. Dat is wel rip. Ja, is goed, maar. Stand by. Epa! We komen goed op tijd, hè? We komen precies op tijd. Doe maar op de motor. Ik kom een brood smeren. Eerst mag je op de 21. Laat van ding waarschijnlijk. Ga je zien. Nou, ik kom goed op tijd precies, hè? Ja, dat is goed, man, hoor. Hey, welke dag, Marco. Hoe is mijn berry, joh? Op de recherche. Ik hoop dat je er blij van wordt. Hoe is mijn berry, joh? Ja, doe ik straks wel als wegleggen. Hoe zou ik kunnen verkopen? nee, grapje. Ik kan niet verkopen. Het is wel nice, hè, want ja, het is ascendus, maar... Nee, ik kan niet verkopen. Kim werd onder schot gehouden door die man. Ja, blij maar. Ik zit in IC staan. Of met een mesje. Ah, oké. Okay. Ah, wel heel leuk. Marco? Met de rollen! Ja, ik denk dat we kunnen afkoppelen. Ja, ik denk het ook. Ja, Wietse, het ding is Wietse, waarschijnlijk is dat gewoon een iemand die dat heeft achterlaten. Meer. Het ding is Wietse, de opkoop heeft ook niks aan informatie. Wietse had er tekken slagen in het huis. Dat is nu voor ons gewoon case closed, eigenlijk. Niemand denkt daar nog aan. Wat is er gebeurd vandaag? Eigenlijk niet. Het vervolging van net was eigenlijk het enige wat er is gebeurd, eigenlijk. Op een uur tijd. Ja, vandaag al de hele dag in nieuws geweest, toen was er gewoon een actie. Nice. Ja, op de kruis. Ja, klopt, Marco. Ja, dat is bij ons ook zo natuurlijk met de politie. Ik kon ook niets doen, ik kon gewoon meegaan, maar ja. Front, closing. Rear, closing. We mogen ook die controle even doen. Ja, zeg het. Ook goed. Maar standaard toch een controle morgen? Of die is verplaatst, zeker? Wat? Ja, standaard had toch een controle morgen. Nee, die had hij vandaag. Ah, van, oh, was er vandaag? Naar zondag. Ah, oké. Okay. Welkom naar Arjen, welkom. Hey Arjen. Ik had bijna vandaag een konijntje gekocht. Ik had echt connectie met dat klein konijntje. Ik voelde vriendschap en dat konijntje. Ja, oeh. En dan toch niet gekocht dan? En toch niet gekocht, dat konijntje? Ja, kun je eens hebben, hè, met een dier zo. Ja, een konijn... Het is zoiets maar oud, mijn konijntje, maar dat kan ook heel veel geld kosten en ook heel veel, ja, hoe zeg je dat? Het is ook heel veel verzorging nodig eigenlijk. Hè. Werk in shifts. Wat bedoel je? Werk in shifts? En morgen trek ik naar Parijs. Hupsa, Timo, doe maar hoor. Ja, ik kan wel begrijpen, je hebt al drinkbussen verkocht, Timo. Nu helemaal al dat geld ga je naar Parijs. Lekker hoor. Lekker bezig. Ik zeg tegen dat konijn, met echt schattig, maar toch wel pas prijzen, €40. Ja, €40, ik vind het precies vrij goedkoop voor een konijn. Nou, ik ken geen dierenprijzen, hè. Ik ken totaal geen dierenprijzen, maar... Voor een dier, €40? Waar werk je? Dat is privé, ja, waar ik werk. Jammer. Ja, helaas. Ja, daar straks nog een bank over van. Maar... Ja. Een bank? Ja? Was er een bank over je? Om 8 uur of zo. Ah, dat was net. Ja, ik was iets na 8 in dienst. Hoe ga je politie worden of Futuropie? Solliciteren zijn nu open, Kiva. Als je wilt worden politie, moet je het nu solliciteren. Want dat gaat volgens mij morgen of deze avond sluiten. Dus ik zou heel snel solliciteren. Voor de restart van 15 uur heb je iets gemist. Bij kouddealer 3 minuten voor restart werden 7 man neergeschoten. Wat? Eén Kamar-agent. Ik heb de Kamar omhoog geholpen, maar hij werd de dotter genaald. Dat is echt rip. Wordt omhoog geholpen en wordt ze weer neergeknald. Maar de überhaupt zelfs wel? Mag de überhaupt zelfs wel dat? Mag dat wel? Ik weet het niet of dat mag. Lijkt me heel gruwel. Dan helpt de ambulance wordt gewoon neergeschoten. 1306 staat 10. Yes, is vernomen. Fijne avond. Fijne avond. Fijne avond, fijne evening. Zo, wat weet daar? Huh? Zo, hier rechts. Oh, dat is een gijzeling. Oh, bij jou hebben we maar een meekring. Dat is een gijzeling bij casino. Oh.
Zo, hij heeft sinds nog Siffy nodig. Nee. Zou wel leuk zijn, maar nee, ik vrees het ook voor. Ik vrees ook voor. Nou, gezellig. Een massa wrestling. Geef je recht. Wij gaan... Tarek en ik gaan een mainportal... portal voor communicatie. Heb ik hier. Green light. Laat ik kreeg connectie met een kanariepiet. Maar dacht ik, ik koop die niet, want het is 30 euro. Ja, dieren kosten wat natuurlijk, hè. Maar alsnog, ja, ik weet niet hoor. 30, 40 euro voor een dier? Ik weet niet, ik vind het toch wel goedkoop. Ik weet, een kip, toen wij vroeger kippen kochten, ja, we hebben... Dat is ook al meer dan 10 jaar geleden, tussen onze kippen. Maar, alleen dat we die kochten... Maar dat was volgens mij toen ook 7 euro per kip of zoiets. Juist, voor de rest meer. Of 8 euro per kip. Goed hoor, goed. Met jou? Ja, goed. Super. Bijna promotie zeker? Bijna. Afwachten, hè? Ja, zeker. Afwachten. Wat moet je nog hebben dan van goedkeuring? Ja, Dario van Mogger, of die operatie. En dan nog OBT. Ah, ja. Maar ja, ik heb dat al vaak gedaan, maar niemand kan het als... IBT, hè? Dus, nee, OBT. Ah, over het... Ja. Ja, dat is wel riep. Maar ding is ook... Ik denk er ook niet heel vaak aan om iets af te vinken. Dat is gewoon... Ja... Want dan moeten we eigenlijk op iedereen letten. Ik moet eigenlijk op elke agent letten, een hoofdagent. Dus ja, het is heel moeilijk. Eigenlijk, om... dat systeem van vroeger is wel beter. Van ja. Okay, mentor, van aspirant tot agent. Oké, maar als je agent bent... Ja, dat komt niet heel goed, Shanna. Misschien beter en dan vanaf brigadier, van hoofdagent wordt dan beoordeeld door een brigadier. Ja, dat klopt. Is denk ik beter. Ja, ik vind het ook. Het is want toch wel iets minder last. Te weinig brigadieren. Ja, dat is echt. Oh, winkelvee. Is dat dus 7? Bij politie AB. Ik heb winkelvoorval melding binnen bij politie AB. Yes, man, neem maar een kijkje en kijk maar welke voertuig. E of de P. Is van allemaal? Ja, doe dat maar dan. Oh. Hepsa! Oh, je hey. En dan morgen jouw actie, pof, dekken. Volgende week ben jij hoofd brigadier. Hupsa. Ja. Dat moet wel. Ja, nu zijn er een paar mensen leiding geworden, dus... zijn we 3 brediers minder. Maar we hebben ook heel weinig hoofdagent, hoor, dus... Of nou, eigenlijk, Roos was hoofdagent, dus we zijn maar een brediër. Ja, maar we hebben heel weinig hoofdagenten bij de dienst. Ja, eigenlijk wel. Allemaal nu noodhulp. Ja, klopt eigenlijk. Eerst was omgekeerd. Oh. Ja, echt, hè. Heel veel mensen. Oh ja, wat is dit dan weer? Ja, maar... Oh. Nou, je hebt het over de EP, hè? Waar? Ja. Wat is dit dan? Ja. Er is ook niets vrij. Ze maken ook echt de weg af, gewoon. Opko voor jou, bij de winkel staan momenteel een stuk of, zou het zijn, 15 elektriciëns wagens. Vermoedelijk gaat het om een defect. We gaan even horen. Yes, is snel, hè. We gaan even kijken. Maar jullie moeten goedenavond. Buiten de afzetting. Hallo, even buiten de afzetting. Ik stel voor dat jullie met jullie praten. Kom maar even met je praten. Ja, collega. Wat is er aan het, meneer? Wie heeft de leiding hier trouwens? Ja, ik ben de supervisor. Ik ben de supervisor, super, ja. 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 Hallo. Vertel, wat is er aan het hier? Want je hebt ook heel de weg afgezet hier. Ja. Zonder aanvraag. Niet zonder aanvraag. Nee? Hebben jullie de brief niet gekregen, zeg maar? We hebben opdracht gekregen van de gemeente. Niet direct. Oh ja, wacht dan. We hebben deze week, zouden we gemeente wat berichten hebben gestuurd naar de inwoners van de straat. Het glasvezelnetwerk uit te breiden. aan het werk. Ja, we zijn nu hier. We dachten toen even op dit tijdstip zijn de meeste mensen al thuis. Dus dan is het wat rustiger hier op de weg, vandaar dat we het nu hier bezig zijn. Oké. Apart. Maar ja. Ik vind het best gek dat jullie de weg zelf afzetten. In plaats van dan bijvoorbeeld dat ze vanuit de overheid RWS niet inschakelen.
om dat zijdeweg afzetten of AWB. Want zij zijn daar gespecialiseerd in, jullie niet. Oei! Ja, dat klopt. Ja, klopt. Dat klopt. En daarbij, als het wij goed zijn. Is. Jullie kunnen in principe ook mensen verwittigen. Ja, dat klopt. Normaal gezien zouden er ook mensen zijn, maar ja, er was niemand. En we willen dadelijk ook gewoon allemaal naar huis. Ja, jullie kunnen in principe ook de ANWB verwittigen, hè? Ja, nee, klopt ook. Dat zei ik ook. Maar er was niemand gekomen. Voor de afzetting. Ja, maar dit is toch helemaal veilig zo? Waar zijn nu lichten? En... Ja, waar zijn jullie lichten dan? Jullie, als jullie op de stoep staan, moeten jullie oranje lampjes gelden, meneer. Ja, dan dit momenteel erger is dan onze lampjes, meneer. Wat zei je? En dat momenteel onze lampjes niet zo uitmaken met deze afzetting. Nou, maar volgens mij zijn wij gewoon onze werkzaamheden hier aan het doen. Zijn jullie, maar wij krijgen ook een winkelovervalmelding binnen. Een winkelovervalmelding? Wacht even hoor. Ja, het alarm is afgegaan bij de winkel. Ik ga eens even snel kijken. Dan zouden we de kluis in ingebroken krijgen als alarm. Wat hè? Dan zouden we de kluis in ingebroken. Een kluis? Yes. De kluis ingebroken. Iedereen. Dat is niet best. Nee, klopt. Dus we zouden graag even eens komen kijken wat er aan de hand is. Nou, jullie kunnen kijken, maar hè, hier zo op het terrein komen is eigenlijk niet zo heel veilig, hè, want heel veel ligt open natuurlijk. En zometeen hè, loopt het tegen een stroomkabeltje aan natuurlijk. Het zou niet heel veilig zijn voor iedereen. En zouden we ook ons kunnen begeleiden toevallig? Is dat mogelijk? Zijn hier al die elektriciënners aan het werken? Want zij willen graag gewoon een kijkje binnennemen. Als jullie zou kunnen begeleiden, dat zou helemaal top zijn. Nou, dat zou misschien wel een dingetje kunnen wezen. Ik ga eerst even de pols afnemen, kijken of alles veilig is binnen. Of er niet ergens langer de draden liggen. Ja, super. Dan wachten we hier wel op jullie. Ja, super. Wachten we hier. Er is een leiding geknapt. Het is echt, die kan echt niet naar binnen nu. Ik hoor net van collega. Ja, die op de straat, net voor de winkel. Ja, ik heb gewoon de leiding geraakt. Ik heb gewoon de leiding geraakt, man. Je hebt de leiding geraakt, ai. Ja, jij was het vorige week ook al. Dit gaat wel van je salaris af. Dat begrijp je wel. Jongens, laten we het even zeggen. Hey, maar hoezo zat er een cameraman? Ik denk dat het voor hem ook niet veilig is. We hebben ook al 30 keer tegen meneer gezegd dat het hier niet veilig is voor hem. Maar hij blijft gewoon. Dus ja, misschien dat... Meneer, kom even van die truck af. Jij mocht hier helemaal niet blijven. Meneer, van die truck af en mijn gebied verlaten. Ja, en ik snap best aan je hoe je om hebt, maar... Hey, jij bent misschien hoe jongen, maar... Wat een chaos, jongen. Je bent hoe jongen, maar je moet wel weg. Je hebt een Mayans... Ik hoor net dat die leiding... What? Ik ga even binnen kijken naar die leiding en dan... Ik kom even bij jullie zo, ja? Collega, ik ben net geweest. Ja. Ik ben net geweest. Robin, haal je even van mij. En ik... In de stoppenkast... Wat zegt hij? Maar dat mag niet, hè? Wat zei je? Mag niet in kalm praten, jongens. Unmute. Ah ja. Ja. Wilt u mij spreken? Yes. Ja, een scenario doen van met. Meneer, maak even. Ja, ze zijn bezig dat er een gaslek is, dus in principe. Ik heb misschien een klein beetje informatie over de mensen zijn. Ja, vertel maar. Dus, ik kreeg te horen van hun dat zij criminele bende zijn met de naam Peaky Blinders. Peaky Blinders, en hoe heb je dat die informatie gekregen? Ik ken iemand die erin zit en die heet Adriaan de Boswachter. Adriaan de Boswachter. Ja, Yo, je pizza gaan wel, misschien heb je een back daar binnen. Nee, het is de jullie, andere winkel. Bro, zie je de auto niet? Hij is fucking rood. Wat is er überhaupt aan de hand dan? Ja, er zou een gaslek zijn in de winkel. Oh, dat is het probleem een beetje. En dan komen de elektriciëns. Meneer, we zijn aan het uitzoeken. Komt in orde. Kijk, ik ben de loodgieter en ik weet dat de loodgieters zijn de gasboys. En niet elektriciens. Nou, dat weet ik meneer, maar ja. Ik ben bijvoorbeeld uitzoeken. Komt er nog naar. Oké. Nou, we gaan even bekijken. Bedankt wel voor uw belangrijke informatie. Rot is op. Waar ben je nou mee bezig, man? Ga eens gewoon weg. Hey, Luc Mulder, even wegwezen. Ik was ook aan het omkeren, hoor. Oké. Meneer, kent u een zekere aandrande boswachter? Een aangerande boswachter? Nee, de aandrande boswachter. Oh, wat is daarmee? Ja, we krijgen van een persoon hier te horen dat die zou uitmaken van een groepering die hierbij zou zijn. Adriaan de Boswachter, maar wie is Adriaan de Boswachter? Ja, dat vraag ik nu of u die persoon kent. Ik ken niet Adriaan de Boswachter. U kent hem niet, nee prima, dan gaan we dat klasseren. Ik weet wel dat het een of ander knaapje is waarvan er ergens volgens mij op internet een filmpje rondgaat dat die loopt te blaren op een of ander verlaten eiland. Ja.
Maar volgens mij is die meneer een paar weken geleden omgekomen bij der en der, maar... Oei, oei. Ja. Ja, dat hoorde ik ook, dat er een terreuraanslag was, ja. Ja, precies. Maar goed, is het misschien mogelijk dat wij binnen een kijkje nemen, of nou, is het echt niet veilig? Nou, mijn collega... Ik ga even kijken of het veilig is. Oh. Ja, wat er gebeurt, even kijken of het veilig is. Ja, klopt. Hey, jongens, weet iemand het nummer van die helm? Ja, het zou handig zijn, toch? Als we een beetje... Even gaaf voor uw speaker. Ja, super, super. Binnen in zijn voering staat. Dan weten we wat we zeiden tegen de kassier in de winkel. Ja, daarom, uiteraard. Het is altijd makkelijker om het even gauw te weten, natuurlijk. Hè? Dan staan we daar een uur te shoppen en dan zijn we ook niks opgeschoten. Ja. Wie wordt er beschoten? Nee, opgeschoten. Oh, ik wou zeggen, u gaat ons zo beschieten, joh. Normaal is het niet. Ik kan wel even mee. Oh, anders is mijn collega aan de lopen. Ja, we hebben een winkel op ons politie AB. Daar zit een mevrouw steeds klaar. Maar meneer, kijk, ik kijk even snel wat het is ook een kledingwinkel. Is heel dichtbij. Nee, hier, kijk maar, kledingwinkel hier. Kom. Ja, is heel dichtbij. Oh, meneer. Robin, waarom val je niet voor die auto? Ja, die keren voor de Redman. Ja, je valt voor die auto, hè? Ja. Ja, we hebben betrapt. Het is een mooie auto, hè? Nee, ik weet dat niet wat het was voor auto. Maar is Aston Martin. Een Always Martin. Ja. Altijd Martin. Hij heeft... Zo, van joh. Oké, je bent... welke nummer, meneer? En dan gaan we een pit. Ik kon heel even niet praten, sorry. Even kijken. En niet praten? 145. Yes. Ik lijk wel op de bouwer. Ja, het is perfect. Oh, je krijgt... Nog betalen ook nog! Ja, ik kan of moet ik je even. Ik geef. Nee, wat maakt niet uit, geen probleem. Ik moet niet betalen. Oké. Okay. Let's go, naar de winkel. Ik zie er echt niet uit met die helm. Op de power, kunnen wij het maken? Ja, maar ik zie er echt niet uit met zo'n helm. Oh. Nee, jij ziet er niet zo uit, inderdaad, ja. Hij valt nog best mee. Wat? What the fuck? What the hell? Oké. Okay. Even wachten, er is net een elektriciteitskabel geraakt. Dus. Ja. Oei, oei. En jullie moeten even. Wat denk je dat doen, maar net? Oké. Hij moet van de trein naar huis. Pauze is, pauze is pas over 10 minuten. We gaan doorwerken. Je kan meneer... elk moment een ding. Wat zegt u? Wat is er? Ik trek even die tape van mijn mond. Zo. Meneer, een van hun heeft een mes. Hij heeft me net gewoon bedreigd. Ja, wie is een van hun? Ja, wie is een mes? Binnen zit hij. Hij die daar staat, die daar achter. Kerel. Jij loopt hier al de hele dag te zuipen in die winkel en dan ga je nou zo eraan lopen. Hij zit daar achter met een mes. Dat moet ik controleren. Daar zo, hier zo, zit in die auto. In de auto. Ja, misschien even controleren, collega. Ja, meneer. Kan je misschien even uitzappen? Goeiedag. Kan je misschien even uitzappen voor ons? Ja. Dat wordt ze vriendelijk vragen, meneer. Hij ging me opeens, ging je een mes op de mes op u trekken, yes. Meneer, hoort u ons? Meneer, kan u misschien even uitstappen voor ons? Ik kan niet uitstappen. Ik moet je hier even uit. Even je terug verplaatsen, een beetje. Oh. Nee, ik kan wel instappen. Ah, hij zit op slot. Kan even openmaken, meneer? Kan je even open doen voor mij? Goedendag meneer. Ik zou graag even willen fouilleren op de wit wapen en munitie. Zeker? Kan je misschien even omdraaien tegen het voertuig staan? Ik heb mijn gereedschap opzak. Dus heb iets bij je bij hebben? Een van jullie, of hij was het. Ik heb mijn gereedschap opzak. Even gereedschap. Met je dronken stem. Ik kan zijn broekzak niet zien, Robin. Kun je even kijken? Oh, wat heeft hij aangereden? Dat is een collega van jullie. Oké, ik ga even kijken meneer. Eens even kijken. Nou, niks bijzonders, hè. Contractje. Prima. Zullen wij even binnenkijken, meneer? Ja. Want, even de bus opdoen, meneer. Even de bus. Nou, kom even opschieten. We gaan even binnenkijken. Nou. Ja, dat is hem wel. Dat is het uw bus, meneer? Gaan we hem even op. Wie is het, meneer? Hey, hallo. Wel, volgens mij. Ja, maar zijn we aan het moeten opbreken, meneer. Waarschijnlijk heeft hij zijn bus gegooid. Ja, ik ga even... Ja, daarom even binnenkijken.
Gaan we even binnenkijken in de bus, maar... Ik heb een stem wel, maar ik weet niet ik heel zeker. Ik ga even openbreken. Oh, daar komt ie. Yes. Maak even uitstappen. Wat? Ja, wat? Zit er allemaal in de bus? Niks in, maar kan je me even... Oh, meneer, maar even blijven stilstaan, meneer. Hij redt weg! Hey! Hij pakt zijn bus! Hier, hij redt! Hey, ga me niet tackelen, joh, vieze... Pomp. Yo, meneer, maar even blijven stilstaan, kerel. Anders gaan we moeten taseren. Taseren? Dat is gek. Yes. Welke is het nu? Of verdekken? Deze, hier zo. Meneer, ik heb het er vier. Hey, uitstappen. Meneer, uitstappen. Meneer, uitstappen. Ik heb vriendelijk... Hey, kerel! Uitstappen. Uitstappen. Uit die kofferbak. Uitstappen. Meneer, uitstappen. Meneer, we gaan niet vriendelijk blijven vragen, hè? Hey, Wout, op, donder hier. We zijn hier aan het werken, man. Maar even door. Nee. Dan moet ik jou aan het taseren, joh. Nee, ga maar niet taseren. Even aan de kant, dan. We zijn even het werk aan toe. Jullie doen jullie werk weer naar ons werk. Ja, nee. Meneer, wat zijn we aan het doen? Maar die wil niet uitstappen. Nou, had hij wegrijden. Robin, het is deze. Hé, hey, meneer! Politie, laat ze even. Meneer, maar even staan blijven. Staan blijven. Meneer, de politie. Yes. Ik kijk dat u even fiëren, yes? Oké. Fiëren maar, collega. Ja, kan niet als ze al. Ik zou wel fiëren. Deze schade gaat naar de gemeente toe, hè? Nee, de politie wordt aansprakelijk hiervoor. Jawel. Hey, Benne, zit er een mes? Ah! Nee, niks op zak, collega. Ja, dan nee, is het die andere gast wij die wij zijn hier bezig. Laat ons werk hebben. Free the electrician. Free. Hier, wat sla je mij de hele tijd? Hey, ga nou eens even kappen hier zo. Yes, oké, dat is ook gecontroleerd. Ja, meneer, zullen we naar binnen mogen gaan, alsjeblieft? We kunnen nou even... Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Want ik heb over 10 minuten pauze. Hey, kan iedereen er gewoon even weg die hier niet bij hoort, bij de electrician? 10 minuten pauze. Even kijken, hoor. Ja, Timo, 100%, maar ja. Want ik weet niet eens wie jij bent. Jij bent niet eens in loondienst van ons. Hé, hey, meneer, even ophouden. Niet zomaar hier slagen, hè? Hij is in loondienst. Hij moet weg, hoor. Ja, maar je hebt wel geen helm meer op, hè? Nee, precies. Maar goed, hè. Gelukkig ben ik de leiding hier, hoor. Ja. Goed, kijk. Achterin hier, hoor, is er een leiding geraakt, net. Oké. Kijk, hier, hoor. Ah, ja. En is dat de waterleiding of de gasleiding of? Meneer? Oh, maar u zei dat de gasleiding kapot was. Nou, we hebben het niet over gasleiding, we hebben het over een riolering gehad. Riolering? Ja, en uw andere collega zei over een gasleiding. Ja, maar die is buiten geraakt. Jawel. Buiten is er een leiding geraakt. Of dat nou water is of gas, geen idee, want ik stond de hele tijd met jullie bezig. Hoi, collega, we hebben een probleem. Wat dan? Ja, en zo'n ventje die telkens hier rondloopt met een helm op, die heeft een baksteen tegen zijn kop aangeknald. Of een stukje steen of zo, die ligt nu bewusteloos voor de winkel. Oh nee. Ja, dat is ook wel leuk. Nee, je krijgt het tegen zijn kop aan. Ik ben nou even deze, maar goed, dit was de stopperkast die zeg maar alle problemen veroorzaakt heeft, denk ik. Oké. Okay. Want kijk, als ik die leiding zo volg hier, oh, dat, ja, dat gaat wel daar boven langs. Dus misschien dat er een of andere sensor geraakt. Hey, Rob, ja, dat zou kunnen. Even in de bocht zo kijken. Dat buiten een ongeluk hebben. In de porto kijken. Dat is lastig, meneer. Ik heb nu in mijn porto gekeken. Ik vertrouw niet, man. Ik ben ook zeer benieuwd wat u daarmee bedoelt. Moet controleren. In de porto kijken. We hebben allemaal even in onze porto gekeken. Ja. Wat bedoel je dan? Ja. Prima. Yes, nee, meneer, is duidelijk. Is duidelijk. Ja. Hey, meneer politie. Ze proberen mij dood te slaan en... Maar de vraag is altijd, hoe kan dat een alarm veroorzaken? Ja, ik... zoals ik net al zei toen ik met jullie aan het praten was, hier in deze kast waren we laatste dingetjes aan het aansluiten. Ja. En toen hebben we ook, kijk hier, zie je die rode hier links zo zeg maar? Ja, die zie ik. Ja, die is dus ook van het alarm. Oké. En zeg maar, als je die loskoppelt, dan gaat het alarm af. Dit is gewoon verstoren. Het alarm af. Ja, verstoren. Maar we hebben zeg maar af in de zin van dan gaat hij af, gaat die piepen en zo. Ja, oké. Die zit nu weer allemaal netjes vast. En wat was oorspronkelijk de reden dat jullie hier kwamen werken? Glasvezel. Ah, jullie kwamen glasvezel leggen. Glasvezel. Ja, want hè, deze stad is natuurlijk vrij oud en en helemaal het leidingstelsel. Je wilt niet weten wat er onder de grond allemaal zit. Nee, dat begrijp ik. Maar dit was een van de eerste plekken waar zeg maar, het glasvezel aangelegd zou worden.
We moeten volgende week gaan we op de pier een aantal aansluitingen doen. Oeh. Dus ja, dat... Op het radaralarm afgaan. Ja, nou, dat zal wel meevallen, hoop ik. In principe zijn alle winkels daar gesloten in het winterseizoen natuurlijk. Dus ja, het is al lente ondertussen, hè? Wat zei je? Het is al lente ondertussen, hè? Ja, tijd vliegt. Ja, oh ja, maar, zo snel. Maar onze collega hier, hij komt natuurlijk uit het zonnig land. Voor hem is het nog winter natuurlijk. Ja. Ah ja, ja, ja. Oké, okay, ik begrijp het. Hey, meneer de politie. Ja? Mag ik aangifte doen? Tegen een elektricien. Eén iemand heeft mij met een mes... Eén iemand ja, heeft hem? Oh. Ja, één van de elektriciën die je net onderschot had. Nee, daar kunnen wij niks mee met. Ja, dan kun je eventueel een... Even stil, laat maar even. Ja, praat maar. En verder, dan pak... Hij stond hem, hij was in mijn auto aan het stelen en die heeft nu kapot gereden. Hij was wat? Ja, ik probeer mijn auto te stappen, hij stapt in mijn auto en rijdt kapot. Meneer, sorry, maar die man die ligt altijd te zuipen in die winkel. Hij zegt tegen mij, je bent ons aan het snitchen, dus nu ga ik je auto kapot rijden. Ah ja, dank je. Volgens mij gaan snitches normaal de pijp uit, maar en er wordt niet een auto kapot gereden. Maar goed, dat zal aan mij liggen, agent. Ja, wil je mijn Porsche zien? Wat, een Porsche? Ja, wil je mijn auto zien? Of een kapot Porsche? Jezelf, hè? Wat is een Porsche? Een Porsche van wat? Een Porsche. Oh, wat is Porsche? Wel wat is een Porsche? Ja, het is wel allemaal opengebroken buiten. Dus ja, dat jij hier rijdt met je Porsche, dat kan natuurlijk ellendige tentakels toevertrouwen natuurlijk. En verder heeft... Een van uw collega's mij volledig kapot geslagen. In brief? Zie je wel iemand aan de kassa? Ik wil niet van die 70. Ah, kom eens even kijken. Ja, dat wordt wel lastig. Hé, hey, let's go, Martin en kom, Maartje. Al 5 maanden, joh. 5 minuten hebben we pauze. Wat doet de meneer aan de kassa daar? Ik vind het een beetje verdacht, aangezien we ook, ja. Wat, hè? Dat moet heel belangrijk worden. Nou, ik weet niet of jullie weten, maar alle kassasystemen tegenwoordig zijn gekoppeld aan een elektronische... vezelkanaal met voornamelijk internet om überhaupt actuele prijzen en dat soort dingen. Ja, zeker, zeker. 100% dus, al. Ja, hier, ook hier moet glasvezel aangekoppeld worden, meneer. Maar goed, kijk, u mag wel even controleren of er überhaupt. Ja, moet alles uitzetten, meneer. Moet iedereen aansluiten en. Uiteraard. Controleren maar even. Jongens, schaften, koffie. Yes, meneer, zullen we even willen omdraaien? Dan kijk ik even hier, gewoon voor de zekerheid, hoor. Ja, gewoon procedure. Yes, heeft u dus bijna pijn kan doen? Anders krijgen we zometeen nog op onze tafel. Het is bij mijn panic doen, meneer? Nee. Nee? Ja, oké, okay, super. Mijn sleutel. Ja, uw sleutel, nee. Ik ga even kijken. Nee, ze bestaan niet. Prima, meneer. Prima. Kijk, agent, hè, we moeten wel jullie vertellen natuurlijk dat we af en toe, omdat het zo warm is natuurlijk ondertussen al, dat we wel af en toe even een flesje drinken pakken daar, maar hè, dat is allemaal... Ja, dan moet je ze met de winkeleigenaar regelen, meneer, niet ja, met ons. Daarom, zijn jullie ook niet voor. Allemaal een kopje koffie, of... Hebben jullie ook een kopje koffie? Of? Ik heb hier nou, mag wel. Ja, zeker. Ik heb hier een kopje koffie. Oh, sorry. Ik tief straal even. Maar eigenaar, wat is uw naam trouwens? Nou, ik ben eigenaar. Ik ben... Ja, maar ik bedoel de verantwoordelijke. De supervisor. Picobello BV. Picobello BV, oké. Ik zet hem hier even. Heeft u iets van documenten toevallig bij? Wat zegt u? Heeft u iets van documenten bij u? Zal ik even mijn busje halen? Ja, super. Is dat mijn koffie, meneer? Dat is vriendelijk, meneer. Wacht u eventjes op de koffie. Dan haal ik even mijn documenten op, goed? Ja, super. Ik ga even een koffie op drinken, hoor. Kopje. Oké, boe, is wel lekker, hoor. Robin, iemand zegt het... Raambericht? Blijkbaar een persoon hier zou die man hebben gehostigd. Met mes bedreigd hebben. Die groene jas? Ja, nee, die zonder helm. Die elektricien zonder helm. Ah, oké, okay, ja. Gezegd. Ja, iedereen... Hij redt nu ook weg. Waar ben je staan, meneer? Dag. Goeiedag. Kan ik je helpen? Hoe is de koffie? Hoe kan ik je helpen? Hoe is je koffie? Hey, kunnen iedereen hier gewoon even hier weggaan? Alleen deze. Maar waarom dat die... Meneer, moet iedereen zo hiernaast gaan staan? Ja, iemand dat een stap in de achter kunnen zetten, ik ben hier aan het boren. Hé, hey boys, jullie moeten wel aan het werken, het is zo pas pauze, hè? Nee, we hebben nu pauze. We hebben nu pauze. Ah, is goed, ik pak ook even pauze dan. Dat is jij met de documenten. Kun je de documenten voor me bij? Ja, die heb ik zeker. Kunt u dat super, doen? Super. Ik voel me wel. Hallo? Ja? Ja, kunt u dat ding misschien even wegstoppen, man? Ja, sorry, dat is voor uw collega. Oh, en jij ook? Want, oké, zullen we even binnen, even netjes op de counter? Helemaal top.
Goed, welke documenten wil u graag zien? Ik wil graag uw... Gaan we stoppen met mijn dood proberen. Uw werkfiche zien. Een werkfiche? Een werkfiche. Ik ga eens even weg. Met al een naam van uw collega's op en... Kijk, even kijken. Dit is... Ja, dat doe je dadelijk maar. Oh, legitimatie. Meneer, kan je het gebied verlaten? Het is niet meer veilig. Kan je nu wegwezen? Ja, is die kerel nog steeds hier? Alsjeblieft, anders sla hem maar gewoon neer hoor. Dan nemen we die gewoon. Kan hij het gebied verlaten? Want dat is wegens veiligheidsredenen niet... Meneer, mag ik hem neerslaan of niet? Nee. Kijk, geen geweld, geen geweld. Meneer, we komen zo bij u, we gaan eerst even Iras uitklaren. Je mag nu weglopen, kom. Maar steeds zo interruperen is ook niet de bedoeling, meneer. We gaan even als uitzoeken. Ik ben bijna dood. Dus ik kan niet echt heel erg veilig hier weg. Je mag gewoon weg, loop maar daarheen. Zelf even daar, maar dan hebben we bij onze politieauto, meneer. Dan ben ik straks dood, jongens. Wat bedoelt u? Wat wil je doen? Want die man zegt wel dat ik heb geen man is onder helm en bedreigt met mijn mes. Ja, die heeft ook alles al weggelegd, hè. Dus, ja, maar in principe mag hij niks wegleggen, want dat is combat stashje. Ja, klopt. Ja, we zijn daar rekening mee. Ja, wat? Ik, misschien best gewoon iedereen controleren, maar ik weet niet of het mag. Oké, top. Ja, daar valt dan een power game in, denk ik. Hmm. En denk ook dat ze. Mogen ze ook geen match wegleggen in een voertuig? Nee, dat is, combat station. Combat station, ja. Ja, maar ik weet niet of iedereen mogen fouilleren. Volgens mij valt dan een power gaming. Nou, ik heb even aan deze god vragen. Yes. Oh, dat de naam een god is, ja. Nee, maar even zonder gein, hè. Je loopt iedereen hier al te mappen. Hey, maar chef, ik heb niemand gemapt. Heb je niemand gemapt? Ik weet niet of dat mag, Kim. Ik weet niet of dat mag, namelijk. Ja, ik weet wel zeker. Ik weet echt niet of dat mag, zo'n Marie op een rijtje zetten. Want wij weten dan dat... Ja, goed begrijp. Wij waren een scenario aan het doen. Hij was gewoon aan het kutten. We hebben hem gewoon kapot geslagen. That's it. Is hier proepen, waarom? Hij heeft een reportje aangemaakt dat hij ge-RDM'd is ofzo. Ja, hij zei ik word geslagen door random mensen. Dus. Ja, random mensen. Terwijl die hier met een camera alles al de hele tijd rondlopen. Wat ook te bevestigen is door die agenten trouwens. Ja, ja, zeker. Dat is waar. Maar ik heb niemand geslaan. Je hebt mij geslagen toen ik naar binnen wou met die agenten. Heeft hij dat gedaan, agent, of niet? Daardoor had ik geen helm meer. Ja, klopt. Dus, eigen risico. Bedrijfsongeluk. Ja, als dat is, ja, dan kan ik je niet helpen, man. Ja. Ik kan je prima zo meteen clips laten zien. Ja, alleen ik heb geen clips dat hij neergehoekt wordt. Maar ja, hij loopt iedereen hier al te slaan. Als jij me laat zien dat hij mensen loopt te slaan, dan heb ik genoeg gezien. Hey, momentje, ga ik even kijken of ik dat clip heb. Ja, en dan kom ik even gauw wachten. Ik heb clip. Ik heb clip dat ik wel geen haar dat even meekomen. Iedereen heeft clip. Ga gewoon iets van wegwezen. Ga met je haartjes. Ik ga even met vriend of zo dat je hier moet rondlopen. Nee. Ja, kijk, het ding is, wij kregen winkelovervalmelding binnen. Ja. Alleen iemand zit te zeggen dat de ene een mes heeft. Maar mogen we iedereen fouilleren of valt het onder power gamen? Nou ja, als iemand een mes heeft en dan. En ja, het wordt die, gezegd. Dan is het voor jullie eigen veiligheid dat jullie de mensen gaan fouilleren. Oh, hier. Ga weg, kom. Of het ding is dat iedereen wel meewerken, dat is een beetje een ding natuurlijk, hè. Als jij niet weet wie een wapen heeft en je ziet meerdere mensen staan, dan is het toch gewoon voor jouw eigen veiligheid dat jij iedereen fouilleert. Ja, oké, dus we maken gewoon een APV. Sorry? Oké, daarvan hij had gezegd dat iemand een mesje heeft en hij vroeg of hij dan iedereen mag fouilleren. Ik zei, ja, kijk. Jij weet niet wie het heeft, dus voor je eigen veiligheid mag je dan iedereen fouilleren, ja, die hier staat. In principe zou dat, zou dat kunnen, inderdaad. Dat zou ik wou weten of dat onder power gamen viel of niet. Nee, in principe als jij zo gaat het hier bij de elektriciens, hè. Pik, rot eens even op, man. Anders geef ik je wel die laatste hoek nog, hoor. Ah, die heb ik al gekregen. Oei. Maar goed, kijk, in principe als jij zeg maar indicatie hebt of gekregen van een burger of wat dan ook, dat hier illegale voorwerpen zouden zijn, dan mag jij daar gewoon op handelen als agent zijn, dus iedereen fouilleren. Ja, die informatie hebben we wel gekregen. Ja, nou, dan zou dat mogen. Ja, oké. Oké, weten we wat te doen? Zeker. Ja, iedereen die hier niet bij hoort, gebied verlaten. Ja, maar sowieso, die guy... Collega, gaan we beginnen. Ja, die is niet meer. Ja, prima. Ik hoop dat hij gaat meewerken, maar ik vrees eigenlijk voor me. Ja. Oké, je moet eigenlijk moeten...
Hey, kom eens. Erik moet, hij moet de supervisor dat doen, hè. Moet zorgen dat iedereen op rijtje gaat staan, wij mooi kunnen fouilleren. En dan kunnen ze doorgeven aan iedereen. Hm? Wil ik? Kunnen ze doorgeven. Yes. Meneer. Ja. Zou u kunnen redden iedereen mooi op een rijtje gaat staan, bij iedereen kunnen gaan fouilleren? Ja, dan kunnen ze dat mensen eventueel doorgeven. Hey, even wegwezen. Ja, oké, hij heeft me twee keer aangereden. Dat is niet handig, dan kunnen ze doorgeven. Ja, maar ja, als ze op een rijtje gaan staan. Ja, maar dan kunnen ze doorgeven. Als ze op een rij staan. Maar als ik van links en jij langs rechts gaat. Ja, maar ja, je ziet die animatie niet, hè, dus ze kunnen het overgeven. Je ziet dan niet dat ze het echt overgeven. Ah, je bedoelt, ja, oké, okay, ja. Ja, dat dus. Meneer, ze gaan hem op een rijtje staan. Ze stappen even voor u naar voren. Ja, nee, super, gaan we dat doen. Ze kunnen naar de andere kant. Mocht er nog wat zijn, dan hoor ik het graag. Alle papieren die nodig zijn, liggen nog binnen. Dus is super. Daarna wel even en iedereen staat hier op een rijtje? U mist niemand? Ja, als het goed is. Oké, super. Dan mag de eerste mails meekomen. Oké, de tweede. Je mag me ook even volgen. Meneer. Meneer, mag me even volgen, ja. Ja. Hij heeft dit voertuig aan staan, alsjeblieft. Wat zei u? Maar heeft dit voertuig aan staan, gewoon even controle. Ja, dat is hartstikke goed. Super. Het is bij waar ik pijn kan doen. Mooi, gewoon iedereen aan de andere kant. Wat zei u? Het is bij waar ik me pijn kan doen. Nee, zeker niet. Nee, super, even kijken. Meneer. Zit maar blijven staan hier. Top, is goed. Nee, dat doen we niet aan. Agent, kom. Kom, meneer. Kom, even een pikaatje. Lero, kom. Robin, kom er eens bij, jongen. Ja, kom. Hey, Robin. What's up? Yeah. Oké, jongens, de volgende mag met hem mee. Je hebt die eerste twee gecontroleerd, hè? Ja, positief. Ja, laat ze wel even staan daar, als ze niet kan mee. Ja, ze moeten naar daar. Ze moeten naar daar. Ah, ja. Meneer, mag even daar aan staan. Als je bent tevreden, mag je daar aan staan. Ja, super. Oh, ja. Yes, meneer, mag even het volgen. Mag je even voetdag naast staan, alsjeblieft. Yes. Super, super. Hey, heeft u het bij me waar ik mijn pijn aan kan doen? Nee, u hebt me daarnet al gecontroleerd. Ah, nog even één keer voor de zekerheid. Ja, yes, super. Mag je even naar die kant op gaan, meneer? Bij uw collega's. Super. Yes, maar meekomen, meneer, met mij. Ja, één van... Ja, super. Mag je even dit voetdag naast staan, alsjeblieft. Yes, meneer, heeft u het bij me waar ik pijn aan kan doen? Nee, man. Nee, eens even kijken. Yes, super. Mag je ook bij collega's gaan staan? Yes. Super. Yes, meneer, komt u maar. Yes. Hoe is het met Robin? Goed, met u? U kent mij blijkbaar. Ja, Luca van de politie. Ah, Luca, hey. Luca, ja, maar het is bij me waar ik pijn aan kan doen. Nee, ja, hamer aan de riem, hè. Een hamer. Ik dat je niet... ja, ze de scherpe kant aan, hè. Oké. Ik kan ze voelen, hè. Yes. Eens even kijken, ik zie een portofoontje, gsm. Nee, prima, maar even bij je collega's gaan staan. Top. Super. Robin, die man... en als laatste natuurlijk nog, hè. Oh, moet ik ook nog? Ja, toch voor de controle, voor de procedure. Ja, zit dus bij me pijn gaan doen? Ja, een hele dikke telefoon misschien, maar... Oké, ik ga eens even kijken, hoor. De hele dag, hoor. De hele dag. Robin, ja, supervisor. Als je kun je hem een keer een dag overnemen. Hey, Robin, moet nee, super. Er zijn mensen naar daar gelopen ondertussen, toen ze hier stonden. Oh, niet iedereen zat meewerken. Nee, we moeten opnieuw beginnen. Hoezo dan? Jongens, wat hebben jullie nou weer gedaan? Er zijn collega's van jullie dat ze gewoon rennen naar daar lopen. Dus, ja. Maar jullie hebben toch beginnen. Hier jongens, nee, nou, ja, maak maar weer een lijntje. Jongen. Dat is niet doen. Maak maar weer een lijntje. Op de gele lijn, alsjeblieft. Want dit, waarom? Ja, op de gele lijn. Maar het ding is, ik breng ze naar daar. En dan is Suze naar daar, maar doe jij ze dan daar of zo bij de winkel? Dat ze echt niet bij elkaar kunnen komen. Goed, oké. Oké, jongens. Goed. Stuur jij ze naar daar, ik stuur ze naar daar. Jongens, die willen super. Fouilleren. Dat houdt in dat als je gefouilleerd bent, je niet meer terug gaat naar de lijn. Dan blijf je even daar staan, ja? Ja. Yes? Ja, helemaal goed. Maar ik wil niet aangeraakt worden. Oké, meneer, mag je nog eens een keer met mij meekomen? Yes, ik heb geen toestemming om aan te raken. Geen toestemming? Yes. Ah, yes. Ja, nog eens een keer, de derde keer. Heeft u iets bij waar pijn aan kan doen? Nee. Alleen een hamer, een toilet. Alleen een hamer. Je weet hoe dat werkt, hè? Ja, zeker. Maar even die kant op staan, bij de bom. Ja, bij de bom? Ja, bij de bom, maar even daar gaan staan. Bom? Die bom daar. Oh, bom! Ik had bom verstaan. Nee, geen bom, zeker niet. Yes, meneer, komt u maar. De volgende, alsjeblieft. Maar meneer, als ik geen toestemming geef om aan te raken, wat dan? Ja. Hebben we dan een probleem? Nee. Wat? Oké. Maar je mag me niet aanraken, hè? Oei. Ja, dat is... Nee, ik kan niet aanraken, ik kan gewoon een beetje voelen. Nee, maar... Dat was aanraken. Ja, maar gewoon een klein beetje voelen, sorry. Oké, klein beetje. Oké, het is bijna wat pijn ik kan doen. Oké,
doe maar snel. Oké, eens even kijken. Nee, prima meneer, maar we bij de bom gaan staan, bij uw collega. Waarom mag je niet aan die kant gewoon staan? Ja, gewoon voor gewoon de procedure. Ik ben een beetje aan het controleren bij iedereen, anders moet ik in mijn eentje praten. Oké, maar wel daar staan, niet bij die collega's gaan staan, hè? Ik ga hier. Maar we staan meneer, maar niet rondlopen. Ja, Robin, wat zijn die daar allemaal aan doen? Hij is 12, hij moet morgen dingen dus voor school doen, maar goed. Oké, maar bij maar daar gaan staan, bij uw collega meneer. Ja, hij moet het dus. Yes, mag je ook mee komen meneer. 2 minuten duurt het nog, Mika, ja? Robin. Ja, ik weet het. Zijn mensen alleen maar aan het rondrennen, ja. Het is bij een panic doen, meneer. Ik denk dat het best is. Meneer? Gewoon iedereen in de boel zetten. Eens even kijken. Ja, die dat we. Super, maar bij de collega's gaan staan. Yes. En dan gewoon zo kunnen we het zien. Ja, maar denk ik nu voor de derde keer aan het controleren. Ik weet niet of ze dat echt maar willen. Ja, ze blijven rondrennen. Zonder dat ze zeggen dat ze mogen. Kijk, ja, maar gaat het dan niet heel ver in de boeien slagen? Ja. Ik weet niet, ja. Kijk. Als zij niet meewerken, ja, moeten we wel. En ik gewoon aan deze gewoon gaan laten. Yes, meneer, maar nog meekomen met mij, alsjeblieft. Nee, maar niet ergens anders zitten, gewoon in mijn zak. Nee, meneer. Nee. Niet in de verkeerde zak. Ik ben niet van die kant. Meneer, we hebben tegen het voertuig aan staan, alsjeblieft. Tegen welk? Oké. Het voertuig, yes. Meneer, heeft u dus bij waar u pijn aan kan doen? Ik heb een drillboor bij, man. Een drillboor, dat is wel iets pittig. Ik ga even kijken, hoor. Eens even kijken. Is het meneer, maar bij je collega's gaan staan? Kan. Oké, dank u. Aanbericht? In principe kunnen ze, moet iemand wel iets op zak hebben. Ja, maar ik denk met zoveel mensen, denk ik dat eigenlijk alles is thuis. Wat niet mag, maar we hebben 2 keer gefouilleerd en niemand heeft iets en ja, ik weet niet. Auto's controleren dan, denk ik. Meneer de agent, mogen wij onze weg weer vervolgen? Ja, of, ja, jullie mogen momenteel verder gaan. Oké, perfect. Ja, mijn collega's zijn aan het... Het ding is, ja, we zijn nu zo ver. Dan willen we echt iets gaan zoeken en ik denk dat we een beetje onder de power game gaat vallen. Ja, ik weet niet. Het is wel een heel leuk scenario met heel veel mensen, maar... Ja, maar ja, kijk, wij krijgen winkeloverval binnen en ze hebben niet echt een goede dingen. Want de ene begint... Yo. De ene zegt het is een gaslek, de andere... Ze hebben allemaal een andere verhaal, dus het klopt niet. Ja, maar ja, in principe... Ze kwamen gasvezel leggen, dan buiten is er een gasleiding gesprongen, binnen is er... Elektriciteit, kast ontploft. Het klopt niet. Ja. De ene zegt hem altijd aan. Iets klopt, iets. Maar ik weet niet of dan. Ja, ik vind het moeilijk. Het is lastig, ja. Als we nu alle voertuigen controleren, is nog heel veel op slot en denk dat het echt gedoe gaat worden. En mensen toch door instappen, et cetera, denk dat uiteindelijk gaan ze het allemaal kunnen doorgeven. Ze zijn met te veel. En wij zijn met te weinig. Klopt. Maar ik ga even andere collega's misschien. Of yes. Gewoon laten. Kunnen we verder gaan? Ik zou momenteel... Ik zou het zo laten. Godverdomme, daar gaan we over D. Ja, maar ja, op zich, je hebt het goed gedaan, toch? Ja, dat wel. We gaan gewoon meedelen dat ze verder mogen doen. Ja, maar ja, ik... Ik ben echt gewoon mindfucked. Wat gaan we doen? Voor mij zegt, is het prima maar nu. Kijk, die man zegt dat hij mes iemand heeft. Dus ja. Ja. Maar ja, we hebben 2 keer gefouilleerd. Ja, en ze kunnen hebben doorgegeven, maar. Maar hoe? Ja. Ik vind dat 2 keer controleren vind ik het wel prima geweest eigenlijk. Ja. En het is ook gewoon een mooi opie scenario langs die andere kant, dus. Ja, alleen zijn er wat dingen die niet kloppen. Maar... Ja, dus het is zo, maar. Dat is altijd met veel mensen natuurlijk. Het is iets gek. Meneer. Yes. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar ik moet hem ook weg. Ja, we gaan zo meteen even meedelen aan uw supervisor. We zijn er zo. Ja, oké. Okay. Kom maar. Yes, supervisor. Ja. Supervisor, yes. Prima, we hebben 2 keer gecontroleerd, iets gevonden. Dus voor ons lijkt het gewoon allemaal correct. Nou, dus hier mogen de werken verder uitvoeren. Ja, het wordt al donker, dus jullie hebben ons zo dusdanig opgehouden dat we morgen weer verder moeten. Ja, schat, ik kom er zo aan, rustig. Ja, het was ook wel. Ja, sorry, hij heeft net een nieuwe vriendin. Dat is... Ja, ik snap het. Ik begrijp het, ja. Maar voor morgen zou het wel fijn zijn als jullie de AMB kunnen regelen, want via deze manier...
Ja. Niet echt nou, de bedoeling. We zullen het even doorgeven aan. Ja, super, super. Dan zie ik jullie morgen wel terug hier op deze plek met allemaal. Ja, uiteraard, uiteraard. Ah, super, super. Hey, is helemaal prima. Nou, werk ze vast nog. Agent, hey, was lekker koffie. Yo. Was goede koffie. Yo. Yo. Ja, ja, dat donker is, mogen jullie allemaal wel ja, weg dan. Yes. Hey, ja. Het ding is, het is een mooi scenario dat ze hebben gedaan. Hebben ook twee keer. Oh. Hebben ook twee keer gefouilleerd, dus. Ik vind het wel wat dus geweest. Dat was gewoon mooi, het was gewoon een mooi scenario. Ja, klopt. Ja. Nee. Ja, kijk eens, ken ik allemaal. Ik ben ook niet van. Ja, dat is wel raar, maar. Ik ben ook niet van mening om elk mooi RP-scenario te laten doorgaan, maar. We hebben het twee keer gefouilleerd en dan vind ik het wel prima geweest. Dus criminelen doen te veel dat we soms wel echt moeten verder gaan. Wil ik? Criminelen doen het soms te vaak dat we soms wel echt moeten zoeken tot we iets vinden. Ja, klopt, maar het zijn gewoon te veel mensen en ze gaan altijd wel een manier vinden om het door te geven of weg te leggen. Ik denk dat we echt nooit het mensen gaan vinden. Ga je dienst? Ja, ik wil wel dienst gaan, ja. Dat is goed. Kan je misschien nog naar kijken van de OVP eventueel? Yes. Ja, doe maar. Je hebt er gewoon goed gehandeld, hè. Je hebt gewoon goed leiding genomen, dus. Yo! Ik heb ook gewoon geen damage, maar... Wat zei je? Snel die hoed af, want daar... Voor de discipline. Ja, die helm, ja, wacht. Ja, dat trekt echt op niks. Doe je dat zo? Ik heb ook een tattoo opeens in mijn nek. Ja. Die helm is al zo. Ja. Het is ook een mooi helm, hoor. Ja, ja, ja. Kijk. Maar ik ben zelfs nog mooier zonder help, man. Nee, oh, oh, goedemiddag. Oh, oh. Maar waar het niet raar doen, alsjeblieft. Hé, hey, Matje, kan meer, nou ja. Heb jij wel een dienst, Warren? Heb jij wel een dienst? Ja, ja, ja. Ah, super. Ik ben alleen status teammelder. Hé, was heel gezellig, Warren. Hé, zeker. Love you, Robin. I love you. Nee, hij is... Robin, niet opletten. Hij is altijd zo mee. Ben je van de andere kant, Wart? Ja, hij is van de andere kant, ja. Oh. Nou, kan hè. Niks mis meer natuurlijk, hè. P gaat status 10. Iemand die vrijwillig de opkoopt. Wat denk je allemaal, bro? Ja, ik ook status 10, dus heel fijne avond. Doe later. Let's go. Ja, dames en heren. Korte livestream. En morgen is er een lange zaterdag ook. Dus daar gaat ook weer zeer leuk. Vrij lange, gewoon, ja, ook gewoon normaal. Dus dames en heren, ik ben morgen terug live, 100%. Dat zit vandaag iets korter livestream. Of toch bijna weer, of ja, gewoon 2 uur, dus op zich gewoon steady, nice. Wat vind je trouwens van lampjes, dames en heren, hier? De lampjes. Als je het goed kunt zien. Op stream zie je niet echt wat voor lampjes het zijn. Want het is eigenlijk een lampje met een tekening. Of een tekening, ja, het zijn eigenlijk speciale lampjes. Wat vind je van jongens, van die lampjes daar, zo, achteraan? En middagstream zaterdag, ik weet niet goed, middagstream zaterdag, moeten we bekijken. Ja, heel mooie lampjes, ja, dat zijn pandalampjes. Dat zijn eigenlijk, ja, pandalampjes zijn dat, hè. Op heel het bed, ja, je ziet het natuurlijk niet helemaal, wacht, misschien wel zo. Oh. Oh, nee. Ja, het zijn lampjes. Pandalampjes, wel tof. Jongens, zeker flyer, trouwens, de likes hebben wel zo, maar 30 likes, dat vind ik nu wel spijtig. Maar ja. Ja, het is niet anders, hè. Ik hoor een deur. Het zal niet bij mij zijn. Het zal niet bij mij zijn, de deur. Bij mij is geen deur opengegaan. Maar dames en heren, ik ben morgen live. Morgen ga ik proberen vroeg live te gaan. 7:00. Dus wees erbij morgen. Dat is super leuk, inderdaad. Dus ja, dames en heren, bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot volgende livestream. Nee, tot volgende video. Of laatst met rijden.